daar komt ie. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Peter, Jan Mark en mijn naam is Johan. En het is weer een nieuw jaar. Het is de 11e jaargang van Vrijheid Radio. Dat betekent dat we dit jaar dus 10 jaar bezig zijn. Ja. En we zijn nog steeds niet vrij. Nee, dus het heeft niet geholpen. Dus, we moeten doorgaan. Ja, we moeten doorgaan. Het heeft niks geholpen, dus we moeten doorgaan. Ja. Moet meer budget bij, dan gaat het wel lukken. Ja. Nee, ja, goed, ja. De aankomende zondag is er weer een demonstratie op de Dam. Nou, dat had vorige week ook al gezegd. Op Museumplein. Nee, niet Dam, sorry. Museumplein. Museumplein. Om 12 uur op zondag kun je weer, met z'n allen kunnen we weer protesteren tegen de overheid. Nou ja, we doen het al een paar jaar, dus heeft het geholpen? Ik weet niet. Ik zag laatst die film voor het eerst. Van waar iedereen het altijd over had. Wat is het ook alweer? Viva Vendetta of Viva de serie? Ja, Viva Vendetta, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Je had ook nog Viva de serie. Oh, nee, die heb ik niet gezien. Nee, dat is met, daar komt dat van die... lizard people, dat komt daaruit. Ja. Ja, inderdaad. De ruimtewezens, die hebben dan een masker op. En dan als dat af en toe zit een hagedis onder. Ja, hoewel, dat was al zo bij Daylib. Volgens mij is die vroeger nog. Oh, oké. Oh, dat gaat dan wel in één keer een hele andere kant op dan. Dit was gewoon met het parlement opblazen en zo. Ja, klopt. Dit is met Guy Fawkes. Viva Vendetta. Ja. Ja, toen begreep ik ook in een keer waarom libertariërs het gewoon zo'n koddig film vonden. Ook. Hij is er allemaal politici nog doodgeschoten voor die tijd ook. Nog. Ja, er wordt behoorlijk geslacht. Ja. Nee, ik heb redelijk... hele effectieve vent is het. Ja, inderdaad. Popcorn erbij, ik vond het leuk. Ja, die gozer waar dat op de masker op gebaseerd is... Dat stamt ergens uit de 17e eeuw of zo. Dat was iemand die wilde gewoon geen protestantse overheid. Die wilde een katholieke overheid. Dus dat was geen libertariër. Ja, en ik heb het even opgezocht, die gozer. Hij had geloof ik ook nog in Nederland gevochten voor de Spanjaarden. Okay. Of daar had hij zijn expertise voor opgedaan wat betreft explosieven. Tenminste, dat staat op wiki. Dus, maar ik had altijd het idee dat het daar vandaan kwam. Wat was het alweer? De... 5th of november, toch? Ja. Van buskruidvraat, dat. Maar het ging die jongens, zoals Yoshi, ging het om de film. En niet, niet zozeer om, Dat is weer gebaseerd op een stripboek, dus... Hij was een geflipte figuur, of hij was een geflipte katholiek. Maar hij kwam er niet meer weg, het lukte hem niet. De historische figuur, althans. Nee. En... deze, die lukt het wel. Dus ja. Ja, maar het is wel ja. grappig. Het begon ook met een virus. Ja, ik heb het hele eerste begin niet gezien. Maar hij was slachtoffer van de overheid geworden. Doordat hij... er was een experimentele virus of zo. Waar we niet helemaal... middel tegen een virus. Een van die twee. Hij zat in een lab gevangen. En hij kwam er niet goed uit. Dus, maar dat vond ik wel grappig. Maar wat ik ook wel leuk vond, is dat met die film, dat er zit een woke element in. Van dat die overheid, die is op een of andere manier anti-homo. En op die manier kun je, als je links bent, kun je dus ook nog een beetje mee in het verhaal. Maar misschien hebben ze op die manier ook wel geld bij elkaar gekregen van... dat ze niet zozeer hebben gezegd van het is een libertarisch verhaal en we gaan het parlement opblazen. Maar van er is een hele erge regering en die is niet woke. Die is anti-woke. Dus, maar het komt allemaal goed in de film. Dat eindigt het een happy end. Ja, hoe dan? Ja, dat weten we nog niet helemaal. Maar en dat ze dat toen dat geld hebben gekregen. Snap je? Hij is toch wat ouder. Hij is pre-woke, denk ik, die film, of niet? Nee, want ja... misschien bestond de term woke niet, maar het is
die totalitaire regering die er was, die, ja, die pakte homo's op. Ja, ja. Dat was hun ding. Ja, ze ja daar kan je wel geld voor krijgen, ja. Ja, dat is dan... Dat, alleen dat virus was niet genoeg. Of misschien hebben ze het daar wel niet over gehad. Misschien hebben ze gedacht van laten we het maar op die homo's gooien. Dat die zielig zijn die opgepakt worden. En dat dat een manier was om, om het geld bij elkaar te krijgen. Tenminste, dat fantaseer ik nou even over. Nou, daar zit dus ook nog een beetje anti-rook verhaal in of zo. Dat levert ook alweer wat op. Is het zo? Is het er ook nee, als dat zo is, dan... Dat roken, je... verplicht, roken werd verplicht door die nieuwe regering. Het idee dat je dan gewoon alle subsidies... Als je nou een film maakt waarbij je gewoon alle subsidieclubjes geld ophaalt, zeg maar. En gewoon helemaal geen verhaal, alleen maar boodschap. Ja. Maar dan kan je misschien best wel aan verdienen zonder dat het ooit in die bioscoop terecht komt. Ja. Maar dat is een manier om die clubjes leeg te zuigen. Dat je dan zegt, ja, we gaan een film maken en moeten jullie boodschap er ook nog in? Ja, 10.000. En dan doe je dat 5 keer, dan maak je een film waar niemand naar kijkt. En zij kunnen dat toch niet allemaal bijhouden. Ja, ja, het is weer een mogelijkheid. Naast social media opbouwen en die dan laten infiltreren of laten doorverkopen en er weer een nieuwe opzetten. Ja, vroeger deden ze het ook wel, hè? Met die cultfilms. Dan hadden ze daar allemaal seks en geweld in. En dat kon eigenlijk allemaal niet. Maar dan was het dan het begin van het verhaal. Was dan iemand die rookte dan nam één trekje van een blootje. En die werd dan een gewelddadige, psychopathologische crimineel natuurlijk. wat gebeurt dan? En zo konden ze het verkopen als een waarschuwing tegen marihuana. En dat was dan de manier om het te doen. Ja, ja, er zijn zoveel van die clubjes die zo heb ik ook wel het idee dat je bijvoorbeeld als er nou een energiecrisis komt en je hebt een open haard, volgens mij kan je gratis bijbels krijgen, gratis Korans, gratis wachttorens, gratis, je zegt gewoon van je belt die lui op en ik zit op de fence, maar jullie geloof komt er zeker wel in voor, maar ik moet er iets meer over lezen. Het beste dat je nou tegenwoordig aan alles branden hebt, dat je hele vuilniszakken erin kan flikkeren. Want het punt is namelijk van hier in Leeuwarden moet je €1 betalen per container. En dan nog een bedrag per kilo wat je in de container gooit. Mm. En dus iedereen zit van hoe kunnen we die containers... Want glas kun je nog in een glasbak gooien en papier mag je dan nog, kun je nog wel gratis dumpen. Maar het zou mooi zijn dat je een soort allesbrander in je huis hebt. Dat je daar gewoon je hele kutzooi in kan flikkeren. Ja. Luiers, tampons. Ja, tampons kun je gratis... Nee, ja, tampons in maandverband kun je... Dat is door de EU gesubsidieerd, toch? Ja, die kan je dan gratis krijgen. Ja, en die dan kun je gelijk dan in de fik steken. Ja, wij blijven wel warm. Ik kan nog ook alle partijen gaan bellen en zeggen, ik ga voor jullie flyeren. En gebruik die flyers om de open haard mee aan te steken. DVD-flyers. Ja, precies. Ja. Die komt die rotzooi, die komt dan niet bij de mensen terecht. Het enige nadeel is wel dat er meestal verf op zit. Als je het dan in de fik steekt, dat het dan niet zo gezellig zijn. Nee. Ja, voor de buren niet, vooral. Ja, want... Ja, hangt van de wind af natuurlijk, of de wind is goed. Ja, maar we gaan hem weer egels uitdelen. Je ziet het al hierboven staan, EFL.nl. Daar kun je een wallet, gratis wallet krijgen. Dan kun je meedingen. Vergeet die wallet niet een leuke naam te geven die makkelijk te typen is. Want dan is het voor mij ook makkelijker als ik het uitbetaal. Uiteraard gaan we weer egels weggeven. Vorige week heeft Flabbergast 40 egels gewonnen. Als het goed is, heeft hij die ook gekregen. Ik heb het in ieder geval wel overgemaakt. Dus, je kunt dus die prijs winnen als je in Twitch zit. En dan moet je in de chat uitroepteken Ron Paul typen. Ja, dan komt alles goed. Hoppakee. Ja, dan gaan we even naar even kijken. TV-schermpje toe. Dan gaan we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Maar die laatste hebben we niet meer. We kunnen wel nog even naar kijken of...
Nee, dat is toch maar een scriptje eigenlijk. Ja, het is... Laat stadsgemeente maar zitten. Scriptjes, maar er wordt denk ik een heleboel buiten de balans gehouden. Ja, het heeft geen zin om het. Het is geen weergave van de werkelijkheid. Maar voor de nieuwe e-guldenregen moet je een uitroepteken iets doen, hè? Waarom, Paul? Ja, oh, ik dacht dat het niet meer uitmaakte met de uitroepteken. Ja, ik kan eigenlijk gewoon van alles typen, hoor. Dan ding je ook mee. Oh, is het zo. Ja. Even kijken hoor, dan gaan we meteen even naar DXY, die is weer ietsje gestegen, vorige week 103, vorig jaar bedoel ik. Nu staat hij 104.30, zij is ietsje omhoog gegaan, hij heeft zelfs al op 105 gestaan. Dus ja, dan zou je verwachten dat de markten dan omlaag gaan, maar even kijken, ik heb al stiekem lopen gluren, goud ging geloof ik omhoog. Goud is behoorlijk omhoog voor goud doen. Ja. Die staat op 108. Nee, sorry. 1857. Ja. Dollars dus. Olie is ook omhoog. Nee, vandaag ging het naar beneden hoor. Oh, vandaag omlaag. Ja, volgens mij is het vorige week ook op zoiets. Het is behoorlijk omlaag zelfs. 4,5% is nou nog maar $73,42 per vat. Het is vreemd eigenlijk, want China is weer open. Maar China hebben ook enorm veel voorraden aangelegd, geloof ik. Die zitten enorm te hamsteren. Waarschijnlijk ook omdat ze van die dollars af willen. Dit is allemaal om te zetten in metalen en olie en voorraden. Ja, het is hetzelfde prijs als vorige week. Het is, zie je met oud en nieuw, heeft die even stilgelegen? Die 73 is hetzelfde als vorige week. Ja, volgens mij was het vorige week ook zo. Ja. Vorige week staat er weer hier, hoor. Ja. Kijk, dat is ietsje omhoog gegaan en weer omlaag. Ja. Wanneer was dat dan ook weer? December 29 of zo? De 30ste. Nou, oké. Okay, ja, toen was... ja, het is inderdaad ietsje lager. Iets toen was hij 77 volgens mij. Ja. Okay, 73. Ja. Nee, het duikt nou echt omlaag. Het wordt lachen bij de benzinepomp. Ja, ik denk dat we er niks van gaan merken. Bitcoin die is op een maand, als ik hem op een maand zet, is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Maar als je op vandaag kijkt, dan stijgt hij inderdaad. Maar als je een beetje uitzoomt, dan is het nog steeds een grote rechte lijn. Trouwens, grappig is nog aan die olie, is dat Witte Huis die hadden die... die Strategic Petroleum Reserve helemaal geleegd om voor de verkiezingen te winnen. Hè? Dus om die brandstofprijs omlaag te krijgen. Mm-hmm. Maar er moet wel weer bijgevuld worden dan. En toen zei hij van nou, en toen stond die olie boven de 100. En toen zei hij van ik ga het wel bijvullen als het tussen de 60 en 70 is. En iedereen dacht zo van nou, met deze inflatie kom je nooit meer binnen de 60 en 70. Maar het lijkt toch te gaan lukken. Hij heeft daar toch... Er staat 73, dus er zit niet veel meer tussen of hij kan het in gaan kopen. Maar ja, het is natuurlijk ook zo, als jij overheid bent, dan kan je gewoon tegen Powell zeggen van, rente omhoog doen tot de olieprijs onder de 70 is. Dan draai je wel de economie de nek om, maar ja, dat moet toch gebeuren als er dan de inflatie is. Ja, als je zelf dit soort dingen doet, dan word je beschuldigd van marktmanipulatie. Ja, en dan, ik hoorde trouwens ook laatst hoe die Paul, hoe die dan verdienen. Dat één tweetje met BlackRock. Dat is ook niet mis. Ja. Oké. Sorry. Gezondheid. Oh, ik had even de mute. Ja, maar in ieder geval, Bitcoin staat op 16.884 en 34 centjes. Ja, ietsje omhoog gegaan deze week weer. Leuk. Ja, het is inderdaad nog niet veel, gebeurt er niet veel. Maar het verbaast me toch nog dat het zo sterk blijft liggen. Ja. Maar laten we naar de nieuws gaan. De Nationale Ombudsman die staat weer op punt om libertariër te worden. Hm. Hij is tot een inzicht gekomen. De overheid heeft gefaald. En komt dus, beloften niet na. Nou, ja.
Dat... Dus drie maraaien wie je nou lid gaat worden van de Libertaire Partij. Ja, denk het niet. Zuinig zesje. Eerder was de zuinig zesje, nou is een dikke onvoldoende. Overheid dezelfde fouten, dat de overheid steeds dezelfde fouten blijft maken. Ja, je verwacht het niet, hè. Dus je zou zeggen, die worden keihard afgerekend. Dus die maar zorgen wel dat ze niet dezelfde fouten maken. Maar maken gewoon dezelfde fouten. Want kennelijk kan je abonnement niet opzeggen van de overheid. Dus ja, waarvoor zou je dat dan verbeteren? En diezelfde fouten zijn dan vaak dingen die in hun voordeel werken ook. Ja. Volgens hem worden in Zuid-Limburg na de overstromingen dezelfde fouten gemaakt als in Groningen bij het herstellen van de schade door de gasboringen. Dat ze geen geld uitdelen. Dat de overheid wel goed is in geld ophalen, maar als ze moeten uitdelen, dat ze dan opeens heel erg zuinig worden. Ja, ja. Ze snappen de ellende niet die ze veroorzaakt hebben. Maar ja, de overheid heeft natuurlijk geen overstromingen veroorzaakt. Mm-hmm. Maar hij vond het eerst nog wel een 6. Ja. De overheid. Dat is al veel te veel. Hij wijst erop dat 10.000 mensen in groot probleem zijn gekomen door andere toeslagenschandaal. De gevolgen van de gasboor in Groningen. Ja. Spech, hè? Spech. In Limburg zijn er burgers die nog steeds 1,5 jaar later op hun geld wachten. Maar waar mag die nationale ombudsman, waar mag hij eigenlijk allemaal over klagen? Ik denk dat hij er ook over kan klagen dat er niet naar hem geluisterd wordt. Ik denk dat bij de volgende cijfer dat hij zegt, ze krijgen een nog lager cijfer, want de ombudsman wordt gewoon helemaal genegeerd. Maar ik bedoel, die ombudsman die was... mocht hij ook al klagen bijvoorbeeld over avondklok of zo? Dat heeft hij niet gedaan in ieder geval. Of lockdowns of zo. Nee. Ook na dat rapport van de overheid zelf. Het is wel stuitend dat je soms ieder jaar hetzelfde verhaal moet houden. Je ondervindt dan weer veel sympathie en een luisterend oor. En denkt, nu wordt er eindelijk wel wat spijkers met kop geslagen. Maar als een jaar later moet je hetzelfde riedeltje weer houden. Is er niets gebeurd. Ja. De Vlammengast die zegt nog, weet iemand toevallig hoe de ombudsman aan zijn geld komt? Belasting, denk ik. Dus ja. die is ook niet bij gebaat dat er wat opgelost wordt. Nee, ik denk ook niet dat hij lid gaat worden van de Libertaire Partij. Nee. Maar het is inderdaad wel apart dat ook alle problemen die hij ziet, heeft allemaal met het uitkeren van geld te maken. Dat er langzaam gebeurt of niet gebeurt of zo. Het compenseren van de burgers voor leed. Terwijl dat toch niet de kerntaak van de overheid is. Dat is het beroven van de burgers. Mm-hmm. Maar ik vind dat het nadeel daarvan is dat als je dan aansluit bij deze ombudsman en je zegt, ja, verdorie, inderdaad, kloten die overheid. Dan richt jouw focus richt zich op dezelfde problemen die hij noemt. En dan is het toeslagen vanuit de Belastingdienst. En het is nu natuurlijk niet zo dat de Belastingdienst een dienst van toeslagen is. Ik heb het idee dat hier weer een message naar binnen wordt gesmokkeld. Van de overheid is een bron van geld in plaats van een kostenpost. Ja. Nou ja, ik denk wel dat er ook weer een hele hoop te verdienen valt als ze dan weer dingen gaan herstellen die ze zelf kapot hebben gemaakt of verantwoordelijk voor zijn dat ze kapot zijn gegaan. Ik bedoel, dan zijn er ook weer vriendjes die, er moeten dingen worden hersteld. Dan, dat zijn aannemers. Ja, het zijn wel hele grote bedrijven die dan inderdaad weer leuke klusjes hebben dan. Mm-hmm. Kan op die manier ook weer meer geld verdwijnen. Het is alleen, het is eigenlijk is dat nog een beetje de concurrentie tussen verschillende soorten vormen van corruptie waar je heel mee te maken hebt, weet je wel. En daar krijg je ook dat er soms wat klachten zijn, weet je wel. En, daar gaat er weer veel geld naar Big Pharma, dan weer naar windmolens en biomassa-centrales en dan weer dat. En, ja, die partijen die concurreren ook weer een beetje met elkaar. Maar ik heb het idee dat het vooral een probleem is als de overheid direct geld aan burgers moet gaan geven. Dat zijn die Limburgers voor hun overstromingen of de Groningers voor hun gasboringen.
zij willen wel een groot bedrijf inhuren om windmolens te bouwen. Want daar kan je wat mee regelen. Kan heel veel aan de stokken strijkstok blijven hangen. Maar als je 3000 Groningers allemaal wat geld overmaakt, daar zit geen corruptie in. Daar kan je niet veel aan doen. Nee, maar het kan ook een ander belang zijn. Stel dat ze bijvoorbeeld graag willen dat er krapte komt op, voor mensen op de energie. Maar weet je, met gas en zo, dat alles duurder wordt. Dan hebben ze er ook misschien wel baat bij. Zeggen van ja, nee, maar we kunnen het ook niet maken om veel gas te gaan opboren. Want die arme Groningers, die hebben geen leven. En die zijn allemaal woest. En met die overstromingen in Limburg. Dat is weer een mooi verhaal met van zie je wel, dat klimaat. Dat begint helemaal uit de hand te lopen. En dan moeten we wat aan gaan doen. En we krijgen steeds extreme weer. Dus het zijn misschien ook probleempjes die ze misschien. Ja, het zijn uitgezochte problemen, denk ik. Ja, ja, die ze heel graag willen hebben voor weer andere. Ja, en je moet je gewoon heel lang in de nieuwscycle houden. Dan zo'n van die. Je wil niet afbetalen die Limburgers en weer verder. Nee, je wil gewoon dat het elk jaar weer terugkomt. Dat de ombudsman weer een jaartje klaagt. Hetzelfde verhaaltje weer. Dan komt het weer. Ja, maar als je nou allemaal die Groningers had gecompenseerd en die hebben allemaal mooie huizen. En die denken, nou ja, ik prima. Ik heb een mooi nieuw dak. Ik heb alles allemaal wel lekker. Dan heb je misschien te weinig beweging van. Dan wil heel Nederland wel vanaf. Verdomme, waarom boor je nou niet meer gas op? Dan zitten we er lekker warmpjes bij. En nu hebben ze nog zoiets van. Nee, dat kan niet. Want heel Groningen stort in. En iedereen is boos. Dus dan heb je nog een beetje een zogenaamde tegenbeweging vanuit het volk. Ik weet niet of dat zo is hoor. Maar ze denken wel over heel veel dingen na, hè. Dus ja, het zou nog kunnen ook. Ja, ik denk dat ze wel heel goed weten welke dingen ze in het nieuws willen houden. En welke dingen beslist niet. Dat zie je met die Twitter-files bijvoorbeeld. En ook met toen Ron Paul aan de verkiezingen meedeed. Dat ze gewoon zeiden, ja, op 1 in de poll staat die. Op 2 staat die. Op 4 staat die. Op 5 staat die. En 3 dan. Oh. Die John Stewart noemde dat geloof ik ook. Dat Ron Paul, dat was de 13e verdieping in een lift. In een hotel geworden. Ja, ze kunnen heel goed dingen doodzwijgen. En met die Twitter-files zie je dat ook weer. Dan weten ze echt wel dat de beste manier is. Want als je er aandacht aan gaat schenken, ook als je het gaat afkatten, dan krijgt het alleen maar meer aandacht. En dit zou de hele tijd rondcirkelen met die toeslagenouders en die Limburg en Groningen. Ik denk dat maar ze hebben dat toch ook gewoon in België en in Duitsland, geloof ik, toch ook hebben ze toch op een moment de sluizen opengezet en dan hadden ze de mensen niet gewaarschuwd en nu waren mensen verdronken en zo. Mm. En toen hielden ze in Duitsland hielden ze ook nog allemaal mensen tegen die wouden hulp bieden. En die werden allemaal gecontroleerd, want ja, die hadden dan, als je dan niet gevaccineerd was of je had geen goede QR-code, dan mocht je geen dekens komen brengen of weet ik wat. En dan... Dat leek er wel bijna op dat ze het heel graag wouden of zo. Zo'n overstromingtje. Ja. Lekker in de kranten van het klimaat en zo. Oh. Ik geloof dat was er nou in België? Waren toch 40 man dood of zo? En dat is die sluis opengezet toch? Dat verhaal? Weet je dat niet? Staat er niet bij. Ik heb wel gehoord, ja. Ja. Ja, goed. Dat wordt ook heel deskundig uit het nieuws gehouden. Ja, en dat, ik vind het ook trouwens steeds moeilijker hoor. Want als je, bijvoorbeeld daar in Brazilië, hè, die verkiezingsfraude. Via DuckDuckGo kan ik ook niks meer vinden bijna. Dan moet je die Woekel moet je dan hebben, toch? Zeg jij, Johan. Ja. Er zijn gewoon bepaalde dingen. Weet je, want wat het punt is, je geeft ook op een gegeven moment op. Weet je wel. Ik heb dan wel Telegram groepen, daar kan ik nog wel wat op vinden. Maar in Brazilië, dat is dan heel veel Portugees. Nou, dat spreek ik niet. Maar het is sowieso... Google heeft al helemaal geen zin meer. Maar DuckDuckGo is nu ook al van... Als je dat indrukt, dan krijg je The Guardian. Je krijgt CNN. Je krijgt het AP nieuw. Maar je krijgt sowieso 100 bullshit dingen. Waar gewoon allemaal bullshit, weet je wel, van...
The Big Lie dit en zo. En Bolsonaro moet vervolgd worden omdat hij ten onrechte suggereert dat er fraude is gepleegd. En net als Trump. En, weet je, maar het is, op een gegeven moment geef je ook op, want je moet zo doorscrollen. Je ziet gewoon niks fatsoenlijks meer. Niks meer wat je serieus kan nemen. Yandex.ru. Wat zeg je? Yandex.ru. Die moet je hebben. Nou ja, voor bepaalde dingen wel in ieder geval. Ik hoorde laatst ook, er was een podcast over iemand die maakt de Watchmen podcast. Dat gaat over privacy. En die ging uitleggen hoe je zoekresultaten weer terug kon krijgen of een beetje kon fixen. En die noemde ook Yandex.ru. En die had als voorbeeld Plandemic. Als jij Plandemic invult in Google, dan krijg je alleen maar debunked artikelen bovenaan. En ik denk dat dat bij DuckDuckGo ook inmiddels zo is. Maar bij Yandex krijg je wel gewoon nog waar het om gaat. Mm-hmm. Niet de hele tijd lastig gevallen met debunked. Nee, want wat als ik Plandemic invul bij DuckDuckGo of Google, dan weet ik het wel. Dan krijg je verhalen als, mijn tante is een complotdenker en die gelooft in Plandemic. Hoe kan ik haar genezen? Weet je wel? Oh jongens, oh jee. Dan krijgen we weer klachten van die in de chat, van over onze professionaliteit gaat eraan. Ja. Ja, dat ik heb hem al op mute gezet, jongen. Dat is onze stageloper. Ja, precies, ja, de nieuwe generatie. Ja, ja. Ze moeten nog een beetje leren. Ah, daar zit misschien wel geld in want dat lees ik dan de hele tijd. Wappiegenezing. Want ja, homo genezen mag niet meer. Daar komt dan 3 jaar gevangenisstraf op, geloof ik, willen ze. D66 of zo. Okay. Maar ja. Wappie conversion therapy. Ja, je ziet de hele tijd van die berichten van... mijn moeder gelooft in complottheorieën. En wat moet ik doen, weet je wel? En misschien is wappiegenezer... Is dat wel een... misschien is dat wel, zit er wel een markt in. Ik vind dat een gouden greep, ja. Ik denk dat je daar gewoon bakken subsidie voor kan vinden. Ja, dat gaat sowieso. Ga je dat een beetje op je Benader de papi, voorzichtig. Hij kan agressief zijn. En... Ga je dat een beetje op je manda wijze doen? Met je stralen zo. En daar kan je ook nog wel lol aan hebben, ja. Ja, dan ga je inderdaad een of ander voodoo ritueel doen. Of als een tv-dominee, weet je wel. En dan ga je ook vragen of dat verplicht kan worden gesteld voor wappies. Dan krijg je gewoon echt, heb je gegarandeerde klandizie. Ja, ik zie het wel helemaal zitten, man. Wappiegenezer, man. Dat is lachen. Ja. Maar hebben we nog het vuurwerkverbod? Het is een Zwarte Pieter discussie wat elke keer weer terugkomt, ieder jaar. Ik hoorde in één keer dat er bij ons was er geen vuurwerkverbod meer. Maar ik merk het verschil niet. Of ik heb 2 jaar lang hebben een vuurwerkverbod gehad. Nou, het ging los hoor. Dat blijkt in één keer dat jouw overbuurman en de buurman daarnaast. Wetsovertreders zijn. Het blijken allemaal amateur pyrotechnici te zijn. Nee, joh, maar dat maakt helemaal niet uit dat het verboden is. Maar nou was het niet verboden. Nou ja, goed, dan is het niet verboden. Maar ik vond het wel leuk toen het verboden was. Want dan krijg je eigenlijk gewoon een hele grote, dikke middelvinger. En een hele duidelijke ook. Mm. Want het vorige keer was het verboden vanwege de griep, toch? Ja. Dus, en het jaar daarvoor ook. Dus... Ja, nu verzinnen ze wel wat anders, denk ik. Dan is het niet meer griep, dan is het weer iets anders, hè? Krijgt ook altijd RSV, van dat verhaal dat ze naar hulpverleners gooien, hè? Dat was dan ook met die Marokkanen, die hadden een wedstrijd gegooid. En toen ging de ME, die gingen ze in elkaar beuken. En die Marokkanen, die gooiden dan terug met vuurwerk. En ME'ers zijn ook hulpverleners, hè? Dat dan. Weet je wel? Dus... Ja, dat heb je ook heel vaak, hè, dat iemand denkt, ik heb hulp nodig en dan wil je de ME hebben. Hè? Ja. Ik veel. Mijn buurman is lastig. Schouder uit de kom of zo, dan bel je de ME. Maar... Marechaussee. Marechaussee. Nee, maar dan... ik weet het niet. Maar er waren bepaalde steden, Rotterdam geloof ik ook, daar mocht het niet. Amsterdam ook, dacht ik.
Amsterdam ook, ja, inderdaad. Maar ik las ook zo'n bericht, dat vond ik zo ook opmerkelijk, van dat er was verdeeldheid in de Tweede Kamer over het totaal verbieden, een totaal verbod op vuurwerk, want de reden was van ja, dat tuig, dat heeft een maling aan. En dan denk ik, nou, ik vind dat nogal een kwalificatie van een groot deel van de Nederlandse bevolking, om die weg te zetten als tuig. Tenminste, ja. Deplorables, toch? Dat is wel goed. Ja, ik bedoel, maar die mensen die ik ken, die dan illegale siervuurwerk, die geven daar gewoon meer dan 1000 euro aan. Dat zijn mensen met een goede baan en die wonen in een mooi huis en die... Je hebt dan wel enige vorm van status en zo. Dus om die allemaal maar als tuig te... Het zijn toch hele nette belastingbetalers allemaal. Maar ja... Dat... Ik zou er niet gek van opkijken dat heel veel mensen die vuurwerk afstaken... niet eens wisten of dat het wel of niet mocht in hun wijk, hoor. Dat, Nee. Dat, nee. Ik wist ook niet dat het... ja. Maar het is nu ook heel onduidelijk. Het hangt er vanaf waar je bent. Of het niet mag. Mm-hmm. Maar het... Het doet er ook niet toe, want het gaat gewoon de lucht in. En wat je nu ook ziet, kijk, vroeger had je dan... ik weet niet of dat weer zo is. Maar dan had je, dan mocht je tussen 12 en 4 of zo... mocht je dan vuurwerk aansteken. Nou, en nu is het hele jaar door. Ik heb sowieso elke week... gaat hier wel wat af, hoor. En soms wel elke dag. Ik bedoel dat het, maar dat is ook wel handig voor de beesten. Want de honden en zo, die vinden het allemaal heel erg... normaal gesproken vuurwerk. Maar om dat nou... bijna dagelijks ergens vuurwerk wordt afgestoken, dan wennen ze er wel op aan. Hè? Je gaat dan heel langzamerhand richting 1 januari, dan wordt het wat meer. Die laatste 3-4 weken, dan bouwt het meer op. Maar dan is het niet in één keer voor die arme beestjes in één keer een soort culture shock of zo. Dus het is meer... het is net als met die paarden bij Prinsjesdag, die dan door die bommen heen lopen daar op het strand, weet je wel. Het zullen langzamerhand dan wat aan wennen. Nou, dat heb je nou, sinds het illegaal is, niet meer mag, is het veel meer verspreid, eigenlijk. Dus, maar wat was nou eigenlijk, wat was het bericht eigenlijk? Kan iemand daarop uitleggen? Nou, er zijn een groepje burgemeesters die vinden dat er nog meer verboden moet worden. Een verbod helpt niet, dus het moet nog meer verboden worden. Nou ja, dan kom je op het handhaven, hè? Ja, landelijk verbod willen ze dan. Ja, wel, maar dan moet je dan, als het landelijk is, dan heb je nog meer handhaving nodig. Dan is het niet alleen maar Rotterdam en Amsterdam. Dan moet je dus dan heb je nog meer ME en nog meer politie en nog meer. Dus... Nou, het zit alleen achter een paywall, dus ik weet verder niet wie het zijn. Maar ik denk dat ik vermoed dat burgemeester Bruls er ook bij zit. Ja. Die is, ja, dat klopt. Ja. Ja, het valt weer wat te brullen. Dus, ja. Maar dit is al, ik weet niet, die discussie is al 100 jaar gaande. Zolang er al vuurwerk wordt afgestoken, is deze discussie al gaande. Maar het is nog nooit verboden geweest, tot aan die griep. Tot de pandemie, zeg maar. Ja, daarvoor had je ook al gebiedsverboden, hè? Dus dat bepaalde gebieden mocht dan geen vuurwerk afgestoken worden. Dijk of zo. Ja, zoiets, ja. En daar hield er ook niemand zich aan. Dus ja, dus, ik denk dat dit gewoon, ja, het is het nieuws, hè, dat is, hangt een beetje aan elkaar van stemmingmakerij. En dit is ook weer zoiets, weet je wel. Ze werken, ja, het is ook vaak, ze werken even... er gewoon langzaam naartoe, met, ook met die open haarden en zo. En steeds, we konden weer terug en benzineauto's en... Je kunt ook weer wat teruggeven. Bijvoorbeeld, je kunt het hele leven verschrikkelijk... je maakt het ons heel zuur. Hè? Je mag maar 100 rijden op de snelweg. En eigenlijk, het is gewoon... heel Nederland is gewoon een kutland geworden. Maar dan kun je bijvoorbeeld ook weer... als je dan het vuurwerk... dat het weer even mag. Hè? Mm-hmm. En dan denk je, nou, wat fijn, hè? Dat van de overheid mogen we... Eén keertje in het jaar. Ja, zo. Dan kunnen ze weer iets teruggeven, weet je wel? Dan verbieden ze 100 dingen en dan gaan ze 1 dingetje teruggeven. Ja, even. Dat denk ik ook. En ook dat je er eenmaal gewend bent geraakt van... nou, de volgende keer kan er weer een lockdown zijn. Dan gaat hij er wel af,
Want, en dan kan je er ook mee leven. Want oké, het is maar 2 weken of zo, weet je wel. Daarna is het weer over. En, maar weet je wat het ook is? Dan heb je een paar van die gasten, die worden dan als kopvuur, zo'n bruls, die wil alles verbieden. Die wil ook ademen verbieden, weet je wel. En dan, dan lijkt die overheid die dan niet alles verbiedt. Nou, dan valt het nog wel mee, hè. Dan is ze van, nou, dit mag toch. Maar het is ook een reactie uitlokken, hè. Want je zegt dus van, nou, het is heel erg, we moeten het allemaal verbieden. En dan heb je altijd van die lui die op dat internet tekeer gaan van, nou, ik vind het een goeie zaak, want mijn hondje zou oversturen. En dan heb je altijd dan, weet je wel, mensen die dan zich gaan roeren dat het goed is dat het wordt verboden, wat het ook is. Plastic rietjes, het maakt niet uit. Je kunt het niet verzinnen. Er is altijd een deel die zegt zeker. Van... ik vind het helemaal niet erg hoor dat het wordt verboden. Weet je wel, van... ook die avondklok, weet je wel, van... Nou ja, ik zit om 9:00 s'avonds altijd Netflix te kijken. Dus mij maakt het allemaal niet uit hoor. Weet je wel, dat soort lui van... En dan, zo kunnen ze het ook een beetje peilen. Kijk, als iedereen dan helemaal over zijn nek gaat... Ja, nou ben ik het zat en nu steken we daar alle overheidsgebouwen in de fik. Want dit is voor ons de fucking limit. Nou, dan verbieden ze het niet. Dan weten ze dat dan ook. Dan is dat, nou, dat moeten we maar even niet doen dan. Maar, maar wat ook volgens mij goed werkt, dat is zo met zo'n Willem Engel. Dat je eerst, je komt met het verbod, dan krijg je de eerste golf van verzet. En als jij, dat verzet dat groeit alleen maar als je het blijft verbieden. Maar als jij het weer eventjes een jaartje er vanaf haalt. Dan bloedt dat verzet dood. Die krijgen dan geen steun meer. Die worden dan geïsoleerd. En die kunnen niet meer verder. En dan kan je... Bij viruswaarde hebben ze gewoon hun bankrekening uiteindelijk wel afgesloten. Ja, dat werkt zeker wel zo. Want ik heb een vriend bijvoorbeeld. Die heeft niks in zijn leven behalve dan voetbal. En die vond het dan op een gegeven moment heel vervelend dat hij niet naar het voetbal ging. Nou, die liet zich dan inspuiten. En toen mocht hij weer, hij blij. En toen werd het normaal verboden. Ook voor mensen die ingespoten waren. Nou, daar baalde die van. En dan, maar die zag ergens een QR is apartheid of zo, sticker. Of QR gaat te ver. Of iets tegen de QR-code. Waar hij last van had gehad. En ik ga die sticker van die vuilnisbak aftrekken. Want er is geen QR-code probleem meer. Weet je wel? Dus die gaan dan, zodra het even rustig gaat, die gaan zich verzetten tegen mensen die voor hun vrijheid opkwamen destijds. Hè? Waar zij zelf ook last van hadden. Ja. En dan zeg ik dan bijvoorbeeld van, het is wel anders. Vandaag is de spoedwet door de Tweede Kamer heen gegaan. Dus... Nou, dat weten ze dan nooit. Dat is ook wel eens gek. Hoe kan dat niemand dat weet? Ja. Dat betekent namelijk die spoedwet. Die is nu dus, die vaste spoedwet, is dat dan een minister mag gewoon zeggen van, is lockdown, is tafelklok. Hoeft niet eens meer over gestemd te worden. En dan heeft dus de Tweede Kamer heeft dus gestemd dat ze zichzelf buitenspel hebben gesteld. Dat ze er niet meer over mogen stemmen. Dat is wel heel gek. Want ze schaffen daarmee de democratie eigenlijk af. Hè? Ook voor de volgende samenstelling van de Tweede Kamer. Van, nee hoor, daar hoeft... Die regering hoeft niet meer gecontroleerd te worden. Hè? Want dat idee was dan... Hè? Dat deed die Tweede Kamer dan zogenaamd. Nou, dan hebben ze dus... De Tweede Kamer heeft dus gestemd om zichzelf af te schaffen. Nou, dat zou groot nieuws moeten zijn. Hè? Toch? Of niet? Ja, zou je zeggen, En niemand weet dat. Ja, jij weet dat natuurlijk. En Johan. Maar, gewoon... Normaal, iedereen die je spreekt, weet je, dat wist ik niet. Hoe kan dat nou? Dat wordt dan kennelijk niet op het internationaal verteld of zo, dan, hè? Ah, je bent een wappie, dat is gewoon een complot. Dat is gewoon een complottheorie. Nou, het is wel een mainstream media te vinden, moet je gewoon flink zoeken. Het is niet zo belangrijk als wat er met André Hazes junior gebeurt, bijvoorbeeld. Ja, dat doet hij allemaal zichzelf aan. Ik weet niet, maar weet je wat er... Kennelijk is er iets wat hoger op de... Ja, dus het is niet alleen zo dat de steun doodbloedt voor die verzetsvoormannen. Maar het is zelfs zo dat zodra je het weer even loslaat, dat ze tegengewerkt worden door hun eigen mensen, zeg maar.
Er is in dit, inderdaad een ergernis geval, van mensen beschrijft. Die... Ja, ja en, want het is een soort van... ik denk dat het psychologisch zo werkt van... nou, het is mooi weer. We gaan lekker genieten van het mooi weer. Nou, daar zijn ze daar geestelijk aan toe. En dan als iemand zegt van... nou, er is regen voorspeld. En die pist dan in, die schijt in dat drinkwater of in het zwemwater van ze. Weet je wel? Ze hebben het net even leuk. Hebba, ik wil hier niet aan herinnerd worden. Weet je wel? En dan, dat is het of zo. Ja. Ja, ik kan natuurlijk niet in die hoofden kijken van die lui, maar ik denk dat het zoiets is. Onaannemelijk, denk ik, ja. Begin er nou niet weer over, we zijn er vanaf. En ik wens dat we er vanaf zijn, dus we zijn er ook vanaf. Dit komt nooit meer terug, dat was eenmalig. Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat dat wordt een beetje terugtrekken en doorstoten genoemd. Hè? Dat je gewoon, ik geloof dat Johan het vergelijkt met fistfucking. Maar dat is... En dan kun je naar linksom dan... Je haalt hem even terug en dan is... Dat is van Bill Hicks. Is men zo blij met de verlichting. Van, en als iemand dan zegt van ja, maar ho, het is niet over. Dan, dan krijgt hij gewoon de volle laag van bek houden. Zijn nou vanaf gewoon weer verder gaan. Jij bent het probleem. De visstuk vergelijking was van dat of je links of rechts moet stemmen. Dan stem je links en dan krijg je die vuist in reet. En denk nou, dat doe ik niet meer. Dan doe je rechts en dan kijk je of die rechter vuist of die dan of dat beter voelt. Weet je wel? Ja, dit is misschien ook een kwestie van... kijk, niemand wil gewoon zomaar van een vreemde vinger in de reet. Maar als je dan eerst een vuist in je reet hebt gehad... Dan zo'n vinger, dat is dan al... Dan denk je, nou, dat is dan alweer beter. Ja, ja. Van, oh, ik heb gelukkig maar... Ja, en als er dan iemand is... Als er dan iemand is die zegt van... Hé, dit is schandalig, een vinger in je reet. Dan ga je daar boos op worden. Want dan kan je nog herinneren hoe die vuist voelde. Ja, precies. En je geeft ze een vinger en dan komt daarna de hele hand. Ja, dat willen ze dan niet horen. Ja, dat is het, denk ik. Maar we hebben nog de politiewond. Die staat ook allemaal paraat met een vuist. even kijken hoor. Straf het bezit van illegaal vuurwerk net als wapenbezit. Nou ja, wat ik hierbij hoop is dat mensen denken van, maar ik wil toch gewoon blijven vuurwerk afsteken. Dat ze dan misschien gaan denken, nou ja, dan is misschien een automatisch pistool. Daar kan ik, als het toch allemaal verboden, misschien moet ik die ook dan maar hebben. Want maakt het allemaal toch niet meer uit. Ik heb nou twee sterretjes en een astronaut heb ik... in huis. Illegaal bemachtigd. Illegaal in huis. Ja. En dus ja, dan kan ik ook. Ja, daar gewoon... zijn ze ook bij de overheid wel bewust van en bang voor ook. Dat als jij hele triviale wetten gaat verzinnen die iedereen overtreedt, dan gaat de geloofwaardigheid van al die andere wetten ook mee het toilet in. Dus dan denken mensen van ja, als ik toch al een crimineel ben omdat ik kauwgom op de straat gooi of zo, dan kan ik net zo goed een vuurwapen nemen bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dit ook verder, hier wordt niks mee gedaan. Het is gewoon, volgens mij is dat zelfs, dit berichtje wordt gewoon ieder jaar eruit gegooid, denk ik. Dat hebben ze gewoon klaar liggen en dan veranderen ze het jaartal en dan op. Ja, ik heb het nog niet eerder gezien, maar ik moet wel zeggen dat... dat ze, zeg maar, ze vergelijken het met wapenbezit, omdat ze zeggen van, nou, dat is heel succesvol wapenbezit. Ze zeggen niet, schaf het of maak het strafbaar net zoals heroïne bezit. Want dan zouden mensen zeggen van, nou ja, dat heeft toch niks uitgehaald. Dat heeft geen zak gedaan, dus waarom zou je dat dan doen? Maar wapenbezit is toch het idee dat dat redelijk gelukt is, hoewel ik onlangs met er wordt nog steeds gespeeld, hoor. Dat nader niet te noemen of drie nader niet te noemen personen een conversatie had. En ik was de enige libertariër. En ze bleken allemaal wapens te hebben. Oh. Gaspistolen en zo. Ik zeg, ben ik nou als libertariër de enige hier die geen wapens heeft? Ze waren allemaal van die semi-dingen, weet je, van die dingen die ooit legaal geweest waren. Of die...
Die, ja, van die gaspistolen. Of, ik denk dat wij ook de laatste moeten zijn die een wapen hier moeten hebben. Als libertariër hier op Vrijheid Radio elke week onorerend. Weet je wel? Dus als wij zelf ooit ergens binnenkomen. Zingen, met zo'n rapsong en dan zo'n grote gun erbij. Zo. Ik denk dat wij drieën moeten echt zorgen dat we netjes de belasting hebben betaald. En geen wapens in huis en helemaal niks. Want ik bedoel, alhoewel, hoeveel kijkers hebben we? Eén AIVD verhuur. Nou, dat was wel een team. Daar hadden we het vorige week niet over. Dat er gewoon... Dat de overheid ging... was het nou een team? Was het nou de NTCV of de AIVD? Die ging zich richten op... ik denk dat wij niet groot genoeg zijn. Maar... Ja, maar nou, waar gingen ze zich op richten? Ja, gewoon op complotdenkers sites en dingen. Maar ja, goed, dan misschien gaan ze meer naar Blackbox en naar het Weltschmerz kijken. Ja, ze pakken altijd de grote vis, hè. Dus, daarom laat Robert Valentine maar groter zijn dan mij, qua kijkerscijfers. Dan word ik in ieder geval niet gepakt. Nee, Robert Valentine moet al helemaal geen illegale wapens in. Ik werk bij de overheid toch nog steeds. Dat weet ik niet. Misschien niet meer. Hij is vroeger wel beleidsmedewerker geweest, inderdaad. Ik vind het wel lachen, want hij komt bij Blackbox, komt hij ook wel eens langs. En dan is hij econoom. Ik weet niet, is hij econoom? Is dat trouwens een beschermde titel? Ik weet het ook niet. Misschien je mag Peter zich ook... Ja, ik ben ook econoom. Iedereen als je zo'n steunlijn trekt en een weerstand, dan krijg je een rising wedge en dan boom. Ik beheer een huishoudboekje, dus ik heb hem ook econoom. Ja. Ja. Nee, maar het is wel raar. Ze hebben het kennelijk. Ja, je zou kunnen zeggen dat vuurwapenbezit verbod dat inderdaad goed werkt. Want er is bijna niemand die een vuurwapen heeft, voor mijn gevoel. Maar daar ben ik dus onlangs een beetje in verbaasd geraakt. Dat, maar ja. Maar ik vraag me af ook hoe dat gaat als ze de voedselvoorziening helemaal de nek omdraaien. Want dan moet je toch af en toe konijn kunnen schieten. Ik denk dat er dan... toch. En er zijn ook heel veel van die dingen die je met een kleine wijziging... Als je die even een beetje uitboort of zo. Of je doet er een beetje hartstikke dik vloeks. En dan is het toch wel gewoon een vuurwapen. Ja, ik vraag me ook af wanneer ze nou bekogeld worden met vuurwerk. Ik denk vooral wanneer ze met z'n allen op jacht gaan naar mensen die... illegaal dan nu vuurwerk afsteken. Dat mag niet meer. Nou, die hebben dan vuurwerk bij zich en die gaan zich verdedigen en die gooien het naar de politie. Toch? Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus, maar dat komt niet in ons op. Van, misschien moeten we het maar niet verbieden. Maar het gekke is, het is dan ook al verboden. Dus dan is het eigenlijk... wacht even, er zit natuurlijk iets anders in. Misschien in Rotterdam mag je wel vuurwerk hebben. Je mag het alleen niet afsteken. Maar misschien mag het wel hebben. Maar ze willen misschien de straf hoger hebben, die politie. Dat kan ook, hè? Want de straf voor een gun hebben, die is zo hoog. Nou, illegaal vuurwerk, dan gaat het echt om strijkers en zo. Dingen die harde knallen maken. Dus wat je in Nederland niet legaal kan kopen, zeg maar. Zo... Ja, we hebben het over strijkers, lawinepijlen. Ik heb het idee dat het van twee kanten geprobeerd wordt. Aan de ene kant van, we gaan je heel zwaar straffen. Aan de andere kant hebben ze ook altijd de arts die het handje heeft moeten amputeren van een 12-jarig jongetje of zo. Mm-hmm. En dan proberen ze op die manier, wat er op zich een legitieme manier is om te proberen te voorkomen dat mensen vuurwerk afsteken. Voort dan goed opletten dat je niet je aansteker weggeeft in plaats van weggooit in plaats van het rotje. Ja. Nou, ik ben zelf ook altijd wel een beetje paranoia met vuurwerk. Maar ik ben niet voor verboden. Dus ik heb het ook wel in zo'n dorp gewoond waar een hoop gekken zaten en die echt gericht gooiden met die kutzooi. Ja, dus, daar ben ik ook niet altijd happy van, nee. En er waren altijd wel eens van die verhalen, dat stond wel in de krant, dat er iemand kreeg dan zo'n lawinepijl in zijn muts, in zijn hoofd blies eraf en zo. Nou, ik vond het nooit zo relaxed, eerlijk gezegd. Mm. Iedereen is ook dronken natuurlijk. En, dus ik ben wel een beetje voorzichtig mee. Maar ja, goed, die pyrotechnici, die zitten meer in het siervuurwerk, denk ik. Dat vind ik dan wel leuk. Ja, dat vind ik ook wel apart. Hè. Meestal als jij zegt van... hoe Defensie op een
libertarische manier geregeld kan worden. En je zegt bijvoorbeeld, nou, dan kan je veel verzekering doen. En dan zeggen ze ogenblikkelijk van, ja, maar dan heb je een free rider probleem. Want dat betekent dat mensen die niet betalen, die niet meedoen met zijn verzekering, die zijn impliciet toch verdedigd door die verzekeringsmaatschappij. En die dan een legertje hebben om te voorkomen dat je invasie krijgt. Dus ze zijn zich heel erg bewust van freerider-problemen altijd. En daarom heb je de overheid nodig, want anders dan profiteert iedereen mee van ook de droge voeten. Ja, je houdt ook droge voeten, ondanks dat je niet betaalt aan het waterschap. Veel met vuurwerk. Er staan hier mensen in de wijk inderdaad van die enorme pakketten siervuurwerk af te steken op een ponton in het water. En als ze dan klaar zijn na 10 minuten opblazen, dan lopen ze naar de auto terug en dan halen ze nog een heel pakket waar ze ook weer af gaan steken. Dat heeft een enorm berg free riders. Want je zou kunnen zeggen van, hey, ik kan van siervuurwerk genieten zonder dat ik daar financieel aan bijdraag. Want ik ga daar gewoon bij staan en ik ga kijken naar hoe die gast zijn geld in de lucht steekt. Dus kennelijk is dat free rider probleem, dat is gewoon helemaal, dat is gewoon onzin. Want hij is gewoon, die vent is gewoon happy om zijn vuurwerk de lucht in te steken. En die vindt het absoluut geen probleem als ik daar, als ik daarnaar ga staan kijken. Ja. Dus en datzelfde geldt natuurlijk voor al die andere dingen. Mensen die heel veel bezit hebben, die willen het waarschijnlijk wel beveiligen tegen een invasie. En daarvoor betalen. En ja, mensen die maar heel weinig hebben, die denken, ja, het zal mij maar reten roesten. Die profiteren daarvan mee. Maar ik denk niet dat die figuur die daar dan zoveel voor betaalt, daar nou zo wakker van ligt. Dat er iemand anders mee profiteert van die veiligheid. Mm-hmm. Met andere woorden, precies. Het hele free rider probleem, dat is met vuurwerk te ontkrachten. Ja. Maar forse toename. Verkeersdoden in 2022, hoogste aantal slachtoffers sinds jaren. Ja, dus het is ooit hoger. Traditioneel gaat het altijd omlaag, ja. Maar nu zijn het er opeens meer aan het worden. En ik denk dat mensen onwel worden tijdens het rijden, gewoon plotseling. Ja. Plotseling niet, zeg maar, net zoals op het sportveld wel eens onwel worden. Dat... Ik wil niet suggereren dat het iets met een experimentele gentherapie te maken heeft. Zeker niet, ik zou dat nooit beweren. Nee, ik denk dat we meer de reden moeten zoeken in homofobie. En genderongelijkheid. Klimaatverandering. Ja, misschien nog het stikstofprobleem. Klimaatstress. Ja, uiteraard. Ik vind het dan wel leuk, weet je wel, die kranten. Die kunnen dan nooit, die schrijven nooit van, mensen worden onwel en hoe zou dat er komen? Nou, dat hebben we even onderzocht en dit en dat. Maar ze brengen het nieuws wel elke keer dan wel weer zo. Dat vind ik dan wel grappig. Want dat levert volgens mij een hele hoop kliks op. Ja, denk ik ook. Want je ziet, als ze het bijvoorbeeld op Facebook doen, nou, dan zijn de reacties talrijk. Maar het zou best kunnen zijn dat dat gewoon door algoritmes gaat. Hè? Dus die algoritmes die kijken gewoon, waar krijgen we veel hits op en veel reacties en interactie? Oh, Als je suddenly died berichten naar voren brengt. Dus dat kan best wel zichzelf versterken zonder dat zij in de gaten hebben wat daar aan de hand is. Ze krijgen geen problemen met hun sponsors. Want ze vallen hun sponsors niet direct aan. Nee, en ze rapporteren hun nieuws. Die sponsor gaat zeggen van, hebben jullie nou weer verkeersdoden en zo? Ja, hoezo? We zijn toch krant? We moeten er over verkeersdoden weer heen. En die sponsor die gaan niet zeggen, ja, maar wij doen dat, die verkeersdoden. Jullie moeten er maar opbouwen. En dat is het hele probleem met censuur. Hè? Dat als jij iets gaat censureren, dan denk je van, nou, dat is mooi. Ik heb een grote bak met geld en ik zorg dat ze daar niet over schrijven. Maar dan gaan ze er omheen schrijven. Dan ga je de dingen. Het is net als met een zwart gat. Dat je kan zien dat het zwarte gat er is. Je kan het zwarte gat niet waarnemen, want er kan geen licht uit ontsnappen. Maar je kan wel zien, om alles wat er omheen cirkelt, dat daar een zwart gat zit. Ja, kijk, en dat is. Kijk, die krant die heeft natuurlijk een dubbele agenda. Die willen dat geld van die sponsor hebben. Nou, laten we zeggen Big Pharma. Maar waarom worden ze überhaupt gesponsord? Omdat ze gelezen worden. Dus ja. Ze willen ook nieuwtjes doen. Weet je al? Dus als ze willen alleen maar advertenties erin zetten, worden ze niet gelezen. Nee, en dan krijg je ook geen advertenties meer, want je wordt toch niet gelezen. Nou, dan ben je dus klaar. Dus je moet ook wel gelezen worden. En dit is natuurlijk een hele mooie manier om
niet ruzie te krijgen met sponsors. En toch gewoon nieuws te brengen waar mensen op reageren en wat mensen lezen. Mm. Ja. Dus ik denk dat dit is inderdaad het mooie schaduw. Eromheen werken inderdaad. En je ziet ook nog steeds in die berichten, als je de commentaarsectie kijkt, zie je zo, nou dan krijg je ze weer hoor. Het gebeurt normaal ook dat mensen een hartaanval krijgen. Ja, en dat vind ik nou het allermooiste, want dan zie je in een van de eerste reacties, nu is het alleen maar afwachten tot iedereen weer helemaal los gaat. Dat betekent dus dat diegene die dat schrijft, die weet ook maar ook aan één ding denkt. Ja. Snap je? Dus die geeft eigenlijk het gelijk al door. Van, die ziet al die voelt dat al komen, die reactie. Ja, en die... weet je wel? Ja. Ja, die... En ik weet zeker dat hij op een gegeven moment zelf ook gaat opletten van... Die komt ook niet met een alternatieve verklaring. Nee, Als hij dat nou zou doen, komt gewoon daar en daardoor zijn zoon. Nee, die zegt gewoon alleen maar van... Ja, nou gaat iedereen roepen dat het daar en daardoor komt. Complotwappies. Ja, dat klopt ook. Maar er zijn ook van mensen die ik had er eentje die zei van... heel veel die schrijven dan ook nog een beetje cryptisch. Zo van... die schrijven dan zoiets van, hoe zou dat nou komen? Die zeggen toch helemaal niks, hè? Maar er zijn van die lui, die worden dan aangevallen. Ja, stomme wappie en complotdenker. En die worden helemaal door. Terwijl die enige wat die zijn van, hoe zou dat nou komen? Nee, joh. Dat doe ik ook altijd, dit. Dan zeg ik van ik mag zeker niet vragen waardoor dit komt of zo. Je mag zeker niet vragen hoe dit vandaan komt. En dan krijg je de hele lading over je heen. Zo'n lazerlikker of zo'n influencer. Weet je wel? En je hebt niks gezegd, dat is het komische. Ja. Dat is eigenlijk net zoals die berichten zelf zijn al een manier om de censuur heen. Is zo'n reactie ook weer een manier om de censuur heen, om de reactiecensuur heen. Als je zegt, ik mag waarschijnlijk niet vragen waar dit van komt. Dan zit je zelf ook te censureren. En zij voelen dat ook al. Zij weten al van waar jij wel aan denkt. Zeg maar. En daar reageren ze dan op. Het is een hele mooie dans, is dit, die censuur. Het is net zoals bij de Sovjet-Unie had je dat ook natuurlijk. Dat je er mocht niks gezegd worden. De media waren staatsgecontroleerd. En dan kreeg je van die Kremlin-watchers. Die konden dan... Uit hele subtiele dingen konden ze dan van alles afleiden. Maar kameraad, zus en zo, die staat 10 centimeter naar achteren toe op het bordes bij de rode, bij de 5 mei mars. Dat betekent dat hij binnenkort gewipt wordt of zo. Dus het is een hele mooie dans van je mag het niet zeggen. En dan moeten ze dat censureren. En dan ga je een beetje uitwijken naar wat je nog wel mag zeggen. En dan moeten ze daar ook naartoe gaan. En zo komen ze eigenlijk steeds meer op dun ijs te staan. Want op een gegeven moment dan... De vergelijking wordt wel eens... hoorde ik wel eens met beleggen. Dat als je bijvoorbeeld een hype hebt. Je hebt de Japan-hype. In de jaren 80 of zo. Dan gaat de Japanse markt heel erg omhoog. Want de Japanners kunnen alles beter. En goedkoper en efficiënter enzovoort. Maar op een gegeven moment is die Japanse markt zo gestegen dat die beleggers denken van ben ik al te laat voor de Japanse markt. Weet je wat, ik koop gewoon de yen of zo. Dan profiteer ik ervan mee. En dan gaat de yen ook te veel omhoog. Dan zeggen ze, weet je wat, ik koop gewoon de Thaise baht. Want dat zit ook in Azië. Dus dan profiteert dat er zijdelings van mee. Omdat dat in de buurt zit. En je komt dan op steeds dunner ijs te staan. Dus steeds meer beleggers die komen op steeds dunner ijs te staan. Iets wat maar zijdelings ermee te maken heeft. En ik heb het idee dat met die... En op een gegeven moment zakken ze er dan door. Want dan barst die bubbel. Ze flikkeren met z'n allen door het ijs heen. En dat gebeurt met die censuur ook zo, heb ik het idee. Dat je censureert van... Jij mag niks zeggen over dat het vaccin mensen vermoordt. Nou, dan gaat die mensen die gaan zich daar omheen zitten werken. Die gaan dingen zeggen... Nou, je mag zeker niet zeggen wat hier aan de hand is. Dat wordt ook weer gecensureerd. Dan gaan ze nog naar een dunner stukje. Die mensen gaan steeds naar een dunner stukje toe. Tot de hele zaak onderuit flikkert. En ik heb het idee dat het toch een keer gaat gebeuren. Ik denk niet dat ze dit met COVID onder de pet kunnen gaan houden. Je kan 11 september, kan ik gelust van zeggen, dat kon nooit boven water. En de moord van Kennedy. Natuurlijk laatst wel weer wat naar boven gekomen. Maar ik denk 11 september nooit meer naar buiten komt.
Maar ik denk die COVID, daar kunnen ze niet onder de pet gaan houden. Ja. Ja, hij krijgt natuurlijk nooit de ware cijfers, omdat... Kijk, je had in Nederland, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar je moet, als je wil onderzoeken of iemand dood is gegaan door die prik, dan moet je zelf de autopsie betalen. Nou, en dat is een hele hoop gedoe. En het is heel erg moeilijk om iemand vastgelegd te krijgen als dat iemand direct en alleen dood gegaan is door die prik. Dat komt natuurlijk ook, dat willen zij ook niet. Dus het is heel moeilijk om iemand genoteerd te krijgen. En dan kan ik me ook zo voorstellen, als er dan vooral mensen, als bijvoorbeeld mensen van 80 of 85 of 90 doodgaan, ja, dan ga je ook geen autopsie meer op doen. Want je weet toch niet, weet je er vallen gewoon atleten om, hè, van ja, tuurlijk. Maar goed, er zijn er heel veel. Op een gegeven moment was er bijvoorbeeld, kwamen die berichten nog naar buiten. Dat was op een gegeven moment niet meer. Maar helemaal in het begin had je dan hier in de buurt, verpleeghuis, was 60% dood na de eerste prik. Zo. Van het hele verpleeghuis. Dat was zo'n bericht en dat was dan op vrijdag. En dat werd dan aangepast, weet je wel. En dan stond er van, ja, ze zijn allemaal dood gegaan door COVID. Hadden ze die prik nou maar eerder gehad, weet je wel. Oh. Zo is het gebracht. En dan was er een verpleeghuis in... Zuid-Limburg, en dat was 50%. Gigantisch. Maar, maar daar konden ze ook van maken, ja, die tweede prik hebben ze niet gehad, hè. Ze waren niet volledig beschermd, hè. Nee. Nee. En, maar het punt is van, op een gegeven moment las je die bericht ook helemaal niet meer. Maar je moet je voorstellen dat mensen die zo oud zitten, dat ze in een verpleeghuis zitten, ja, waar ga je nog aan dood? Want je kunt dood. Maar ja, het punt is, zo massaal, dat is natuurlijk heel funky. Maar de nabestaanden van één iemand, dan zou het kunnen zijn toevallig dat die ene oma of opa wel echt dood is gegaan. Anders ook. Maar omdat het dan zo'n toestand is, want je moet dan die autopsie moet je betalen. Ja, je bent misschien heel verdrietig. Iedereen heeft iets anders aan zijn hoofd. En men denkt dan laat maar. Die mensen komen nooit meer op die lijst. Want ik heb op een gegeven moment gelezen dat iemand, die had een moeder en die was dan wel een fitte bejaarde. En die tenniste en die was sportief en die ging tennissen en die haalde daarna even nog een prik. Die had net gesport, een prik. En die nam haar telefoon niet meer op en die jongen ging erheen, die zoon, en ze was dood. Nou, die heeft dan ook die autopsie betaald en die heeft er alles aan gedaan. En die heeft haar uiteindelijk op die lijst gekregen als een vaccinatieschadedode. Maar ja. Wat voor werk die wel niet heeft gehad om dat te doen. Ja, ik denk sowieso. De meeste mensen denken, ja, kloten, weet je wel. Misschien is het maar 1% of zo wat genoteerd. Wij zullen nooit precies weten. Wij kunnen denken, nou ja, goed, er zijn 300.000 mensen oversterft in de EU. Ja, dan dat dan. Maar ja, nee, dat is zo. Je zult het nooit precies weten. Maar ik denk toch dat ze... Ja, dat ze dit niet onder de pet kunnen houden. En als dit naar buiten komt, vermoed ik ook dat er een enorme false flag gaat komen. Want als de media er aandacht aan gaat geven, dan de overheid is niet betrouwbaar. En uw pharma boys en dokters zijn ook niet te vertrouwen, want dit is er misgegaan. Ik denk dat ze er dan iets overheen gooien wat gewoon wat alle aandacht op vraagt. Zeg maar. Oorlog met Rusland. Ja, zoiets, ja. Wat ik zat te denken nog was van toen jij dat, je was lekker op dreef, dat zei trouwens Josje ook nog in de chat. Toen jij zo lekker op dreef was, zat ik nog wel te denken van kijk, mocht het allemaal boven water komen, dan heb je nog, zijn allemaal clausules getekend, hè, met die farmaceuten. Ja, maar die clausules die gaan je volgens mij niet helpen als het volk boos is. En je zegt van ja, maar ik heb een waiver en een liability waiver. Dan dat is net zoiets als Louis de XIV. Die kan ook zeggen van, hey, maar mijn rechtbank zei dat ik niks fout gedaan heb. Nee, volgens mij gaat dat niet lukken. Nou, ik ben ook niet ontevreden over het feit dat ze het verdoezelen. Want dat betekent dus, van als mensen dan...
op een gegeven moment in grote getalen overtuigd zijn van, nou ja, dit heeft heel veel mensenlevens gekost. En al die instituten zijn alleen maar bezig geweest om het onder het bed te krauwen. Ja, dat vind ik wel fijn, want dan worden ze daar ook nog eens een keer kwaad over. Ja, zelf denk ik wel, ja, ik moet eigenlijk weer wachten tot Peter terug is. Het antwoord, dan ben ik ook wel benieuwd naar zijn antwoord erop. Ja, ik kan nu wel alvast zeggen hoor, maar kijk, je kan zo'n moment van hypernormalisatie krijgen, hè, bij de bevolking. Dus ze zien dat de overheid hun weer bedonderd heeft. Ze zijn daar boos over, maar er is geen alternatief. Ja, je doet er toch niks ja, tegen. Je hebt het met je moet het met die overheid doen. Ja. Wat is het alternatief eigenlijk? Ja. Dus eigenlijk moeten we als libertariërs een duidelijker alternatief hebben voor dat mensen kunnen zeggen, oké, nou ja, goed, dan gaan we daarvoor kiezen, weet je wel. Dus nu is het voor de meeste mensen nog, is het libertarische alternatief nog veel te vaag. Het is de vraag in hoezeer die verkiezingen überhaupt nou, dat is Peter, kan ik het even tegen hem zeggen? Ja. Nou ja, kijk, ik zei het net al van, oh, wacht even tot de koptelefoon in is. Ja, oké. Ja, ik had, wat zei ik net? Kijk, er kan inderdaad zo'n volkswoede ontstaan van de overheid heeft ons weer bedonderd. Maar wat je dan kan krijgen is dat je net als in de Sovjet-Unie zo'n, dat er zo'n hypernormalisatie optreedt. Hè? Dus de mensen die weten dat ze bedonderd worden, maar er is geen alternatief. Je hebt er maar mee te doen. Met die overheid. Ja, maar, wat misschien, dat is maar een hele lichte hoop, maar een heel klein lichtpuntje. Kijk, ik denk niet, want jij zegt het alternatief is dan dat mensen denken van, we gaan allemaal met z'n allen op de Libertarische Partij stemmen. Nou ja, dat is al niet snel. Nee, dat zei ik niet. Maar jij hebt een Libertarische alternatief, zei je. Dat... Ja, wat is het alternatief? Want jij hebt een overheid en wat is het alternatief? Voor een overheid. Dat is er niet duidelijk voor de mensen. Ik denk dat gebeurt na die false flag. Dus je krijgt eerst dat mensen ontredderd zijn van verdomme, we zijn voorgelogen. En al die lui die zeiden, dit is de science en follow the science. En er klopt er geen zak van. Dan krijg je opeens dat er een Poetin-bom ontploft. En dan denk ik dat jij voelt dat je niet eens mag zeggen van, nee, dit is een false flag. Daarom zeg ik het nu vast. Omdat iedereen al zo vol van haat is tegen de Emmanuel Goldstein. En dan, misschien dat het dan, dat je daar een half jaar de voorpagina's mee gevuld zijn. En ik denk dat men dan komt de hypernormalisatie. Dat men niet terug durft te gaan en durft te zeggen van, nog even terugkomen op die COVID-injecties. Dat zat er niet helemaal snor. Dan moeten we wel het onderste steen boven hebben en zo. Mensen gaan dat dan niet zeggen, omdat ze denken van ja, krijgen we straks nog een bom. Ik denk dat er verschillende fases zijn. En ik denk dat we nu in principe in een tweede fase zijn terechtgekomen. Kijk, de eerste fase is dat inderdaad mensen worden wat zagrijnig op de overheid. En dan krijg je nog, nou, dan moeten we maar PvdA gaan stemmen of zo. Dan krijg je dan als er echt iets misgaat, bijvoorbeeld dat er heel veel doden gaan vallen met die injecties, dat mensen wat zagrijnig worden. Maar dan is dan het meest interessante is natuurlijk als ze erachter komen van dat zowel kranten als het LAREP, als alle instanties hebben eigenlijk niks anders gedaan dan te verdoezelen. Ja, nou dan denken ze, nou, dan kunnen we dus niemand meer vertrouwen. En de mainstream media niet meer, en het NOS-journaal niet meer, en het LAREP niet meer, en al die instituten niet meer. Maar ja, dan ben je nog er niet vanaf. En dan denk ik van, die overheid, die kan op een gegeven moment pittiger worden. En dat zie je nu al, dat ze gewoon wat agressiever worden tegen andersdenkenden. Dat ze mensen in de gevangenis gaan flikkeren en... Weet je wel? Maar dat is dan weer een andere fase, dat die overheid eigenlijk al geaccepteerd heeft dat een deel van de bevolking hun gewoon helemaal niet meer vertrouwt en dat ze het gewoon op een pittige manier moeten doen. Misschien ook met verkiezingsfraude. Kijk, ik denk dat bij de tijd dat het echt zou zijn dat de Libertaire Partij groot zou worden, of Forum, dan gaan ze gewoon iets doen.
Ja, die gaat van, verbieden. Van of inderdaad de partij verbieden, of de verkiezingen vervalsen. Of... Maar ze zijn er al antidemocratische partijen mogen ze verbieden. Dus ja. Daar zijn ze mee bezig. Dus dat betekent dat eigenlijk, ja, als jij dan enkel bent, dan ben je antidemocratisch. Maar eigenlijk is er al een vorm van verkiezingsfraude. Als jij bijvoorbeeld zo'n als jij de media helemaal controleert, als je bijvoorbeeld zo'n Ongehoord Nederlands hebt en dan... Die vertellen nog wel eens iets anders dan al die andere dingen. En die geef je de hele tijd boetes. En als je de demonstraties gaat verbieden. En je gaat gewoon mensen als Willem Engel 4 keer in de gevangenis flikkeren. En Riepke 2 keer. En dan ben je eigenlijk al... En dan praat ik nog niet eens over dat die Ollengren gewoon 30.000 stemmen... Die illegaal waren volgens hun eigen spelregels. Dat die gewoon in één keer legaal werden verklaard. Er waren briefstemmen. Die waren niet in orde. En dat is dan alleen maar de fraude die je weet, hè? Dat is gewoon die gewoon waarvan bericht wordt. En die Forum van Democratiestemmen die werden verscheurd en zo. Dat is alleen nog maar wat je weet, hè? Maar ik denk dat dit is dan nog maar het begin. Op het moment dat elke keer als zich meer in de macht worden aangetast en mensen zouden bozer worden, dat is natuurlijk de vraag of ze boos blijven of nog bozer worden. Ja, dan zullen zij misschien ook weer de touwtjes aan kunnen trekken misschien. En als je uiteindelijk in een Sovjet-Unie beland bent, dan is er waarschijnlijk helemaal... Dan zit je of bij de partij, of je gelooft er helemaal niet meer in. Maar dat is op zich ook wel gunstig, dat mensen er helemaal niet meer in geloven. Dat is op zich niet ongunstig. Want dan krijg je dan misschien wat Peter ooit zei, van dat mensen eigenlijk massaal in staking gaan. Dat ze eigenlijk op alle manieren niet meer mee willen werken. Maar niet meer kunnen gewoon. Zelfs als ze het zouden willen, dan lukt het gewoon niet om zich te motiveren om weer... Omdat je niks hebt en alles moet inleveren. Ja, en niks lukt ook gewoon. Wat je ook probeert, het is één grote... Ik hoorde laatst van iemand die vertelde over een huis dat hij met een aantal mensen had een huis gebouwd. En er was een groep mensen hadden ze een plot land gekocht en een huis gebouwd. Moesten ze ook een archeologisch onderzoek laten doen. En die legde het hele plan stil omdat er een vuursteentje gevonden was van 2 millimeter groot. Wat dan kon duiden op archeologische toestanden daar. Ik denk dat iedereen die een huis geprobeerd heeft te bouwen in Nederland daarover mee kan praten. Het is een super frustrerende aangelegenheid. Voordat je alle toestemming hebt van alle heersers. Het is nog erger. Ik ken iemand die... Ja, die was aan het graven in zijn tuin. Maar die moest eerst laten onderzoeken of er niet een Romeinse badtempel, weet ik veel. Dus het was nog niet eens dat er iets was. Maar weet je wel, die was al... dat moest dan helemaal... mogelijk iets kunnen zijn. Ja, er zou iets kunnen zijn. Nou, en dan heb je nog inderdaad de linksdraaiende zandhagedis die dan ergens woont of zo. Dat kan je ook nog zeggen. Ja, en op een gegeven moment, dit gaat alleen maar uitmonden tot het punt dat... Want iedereen kent natuurlijk dat soort mensen die daarmee gevochten hebben en gestreden. En op een gegeven moment mondt dit uit in een soort lethargie. Dat mensen zeggen van nou ja, dat kan je wel vergeten. Dat lukt. Dit is zo slopend als je dat gaat proberen. Ik laat erbij bij zitten en... En dat krijg je bij alles, niet alleen bij huizen bouwen, maar bij alle initiatieven die je probeert te ontplooien, worden gelijk een berg drek in de weg gelegd en door de overheid. Dat iedereen op een gegeven moment gewoon maar bij de pakken neer gaat zitten. Hey, jij vertelde ook zo'n verhaal over je schoonvader, van je mocht 1 appelboom hebben, maar niet 2, want dan was je industrieel bezig. Ja, dan had je een productiemiddel. Ja. Maar weet je... Wij in Nederland, we gaan ook al langzamerhand. Volgens mij mag je ook geen groente in je voortuin hebben. Bijvoorbeeld. Ja, het zit er niet ver vanaf, nee. Denk. Weet je wel? En, als je al kippen, dieren is al helemaal eng, denk ik. Ja, en met die vogelgriep. Dan moet je ingeënt zijn en je moet een vergunning hebben. Ja, precies. Ja, en als je een volkstuintje hebt, dan worden de belastingen zo omhoog geflikkerd dat je net zo goed naar de Aldi kunt. Ja. Dan is het alleen nog maar dat je het geinig vindt dat je groenten verbouwt. Maar het is niet meer dat je
Nou, dan kom je al een beetje van... Eigenlijk op een gegeven moment kunnen mensen denk ik ook gewoon niet meer functioneren zonder huursubsidies en zonder dit. En ze zijn al helemaal zo fucking afhankelijk van... You own nothing and you'll be happy. Ja, je bent verplicht om een zorgverzekering te nemen, maar het is al zo duur dat je dan dat je al afhankelijk bent van die premietoeslag. En noem maar op, weet je wel. Het aantal mensen wat dan helemaal zichzelf kan redden, dat wordt gewoon zo klein. Dat wordt steeds kleiner, denk ik. En dan durft ook niemand meer op een betaalde tijd stemmen. Maar je komt uiteindelijk dan bij de situatie uit dat je te veel vlooien hebt op te weinig hond. En dan moeten ze met elkaar gaan vechten. Want als het zo doorgaat, dan voelen zij ook wel aan dat je alleen nog maar vlooien over hebt en geen hond om leeg te zuigen. En ik denk dat, dan krijg je een interne strijd in de overheid. Maar je moet mensen, ik denk dat je mensen al heel moeilijk kan motiveren om te werken. En dat moet je al, denk ik, doen op basis van treiteren. Dus op een gegeven moment dan komt iemand in een uitkering. En misschien zelfs omdat zijn bedrijf failliet is gegaan door een lockdown. Die gaat dan kijken naar wat moet ik dan doen. En dan die rekent dat uit en die denkt, ja, ik verdien daar geen kloot mee. Maar dan moet je mensen er al uittreiteren om nog wat te doen. Omdat, weet je wel... Nou, dan kan je met straffen gaan werken inderdaad. Maar dan ga je echt gewoon een slavenplantage draaien. Ja, maar dat heb je nu al. Mensen worden nu al... dat heb ik vrienden van mij. Die moeten dan hele gestoorde dingen doen. En dan weet je wel, de... Op lopende band. Ja, die laten ze stront scheppen bij weet ik veel waar. Of, wat je normaal met gestraften doet, weet je wel? Van de alternatieve werkers, weet je wel? Dat doen ze dan gewoon met iemand die in een bijstand zit. En dan zeggen ze, ja, we willen graag dat je weer ritme op gaat doen. Weet je wel, dat soort dingen. Maken ze een mooi verhaal van. Maar weet je wat het punt is? Want er was een vriend, die had een prachtige uitspraak. Die moest op een gegeven moment... zo ontzettend veel terugbetalen aan de belasting. Dat was dan, die had een voorschot gekregen van een beetje huursubsidie of zoiets. Ik weet het niet. Maar die moest echt zo ontzettend veel geld terugbetalen. Want hij had iets te veel gewerkt. En hij deed een historische uitspraak. En die past heel goed bij Nederland. Van werken is een luxe die ik mij eigenlijk niet kan permitteren. Oh man. Ja. En daar zijn we beland, Peter. Ja, inmiddels. Dan komen we al dichtbij van hè, dat je een soort met moedeloosheid krijgt. Hè? Ja. Ja, zo is het bij de Sovjet-Unie ook gegaan. Kijk, of er is een escape. En als alle hoeken en gaten zijn afgesloten en er is echt geen escape meer mogelijkheid. De belastingparadijzen die zijn gesloten en loopholes. En je kan gewoon nergens meer je kapitaal veiligstellen of je... genieten van de vruchten van je eigen arbeid. Ja, dan hou je ermee op. Het is niet zo dat zij denken dan, lijkt het, dat mensen gewoon door blijven werken en hun hele inkomen bij de Hagen leveren. Maar dat is niet zo. Mensen houden gewoon op met werken dan. Ja, en dan op een gegeven moment kan je nog met straffen gaan werken. Dan kan je zeggen, nou, we gaan een soort... slavenplantage drijven. Maar ja, dat is ook een einde verhaal heel snel. Want er zijn 1001 manieren op je kan saboteren als slaaf. Het is niet voor niks dat slavernij is afgeschaft. Daar is over het algemeen geen burgeroorlog voor nodig. Dat gebeurt gewoon van nature. Omdat het gewoon een heel onhandig model is. Omdat ja, slaven kunnen wegrennen. Die kunnen een snoer drukken. Die kunnen net doen alsof ze werken. Maar... het is ook te duur, hè? Dat is, ja, het is. Vooral hun te eten geven is veel duurder dan wanneer je hun gewoon geld geeft, zodat ze zelf hun eten kunnen kopen. Ja, dat lijkt me heel, heel duidelijk. Ja, dat het is en je moet ze nog bewaken, ook de bewakingskosten om slaven er binnen te houden. Die worden over het algemeen afgewenteld op de samenleving via belasting. Dat was in Amerika, had je ook die. Slave laws, dat je als jouw slaaf ontsnapt was, dan kon je gewoon naar de overheid toe gaan en dan kon je de kosten voor het terughalen van jouw slaaf afwentelen op de belastingbetaler. Ik geloof dat iemand heeft een keer een boek over geschreven. Er was eentje, we hebben in Nederland hebben wij iemand die god, ik ben zijn naam kwijt, maar die heeft... Max Havelaar?
Ja, ik zoek het wel een keer op. Maar die heeft een heel mooi verhaal bij Café Weltschmeld over slavernij. Oh, okay, okay, okay. Maar die had een keer, er waren Amerikaanse, ik geloof dat, er waren wat onderzoekers. En die waren er echt ingedoken. En het schijnt ook dat je een soort tussenvormen kreeg. Met slavernij, die gingen slavernij onderzoeken en dan op die eilanden. Want dat die slaven, die kregen steeds meer vrijheid. Die mochten een eigen tuin hebben, die mochten hun eigen dingen. En waarschijnlijk ook vanuit een soort, dat het gewoon inderdaad handiger of goedkoper was. En dan sommige slaven, die werden ook vrij en die gingen zelf slaven houden. Weet je wel? En, maar Slave Cult, April, moet je maar het was een heel serieus onderzoek. En toen gingen ze het publiceren. En toen kregen ze heel veel voor kritiek. Want ze zeiden, ja, dit lijkt wel een soort reclame voor slavernij. Maar wat was er nou aan de hand? Kijk, die slavernij is natuurlijk gelukkig afgeschaft. En er is ook heel veel campagne gemaakt. Van het is zo wreed, het is zo erg. En dat is ook goed. Alleen, dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. Weet je wel? En van al die verschillende vormen van, weet je wel, ik ga geen reclame maken voor slavernij, maar ook puur, het is waarschijnlijk puur eigenbelang geweest ook. Hè? Gewoon van, ja, nou, als we die lui nou maar gewoon wat vrijheid geven en laten ze zelf en de tijd en de ruimte geven dat ze zelf wat eten kunnen verbouwen, of we geven ze een perspectief van, nou ja, na zoveel jaar ben je vrij of zo, dan gaan ze misschien wel wat meer doen en dan levert dat ons, misschien was het puur eigenbelang, kan. Maar dan weet ik, ken ook iemand die heeft daar ook onderzoek naar gedaan voor zijn studie destijds. Heeft daar nog een scriptie over geschreven, geloof ik. Maar die vertelde ook dat die is zelfs naar het Caribisch gebied gegaan en allemaal in de archieven te duiken. En dat die is altijd het mooiste als je een studie doet. Ja, voor mijn afstudeerproject moet ik naar het Caribisch gebied toe. Ja, ik ga in archieven duiken hoor. Ik ga daar echt enorm in archieven zitten duiken. Dat is echt, ik ga duiken. Ik ga duiken. Gast, wat ga je daar doen? Ja, ik ga duiken. Ja, in de archieven toch? Ja. Deze gast is echt zo iemand die gaat voor zijn, puur voor zijn lol, ook daadwerkelijk in een archiefkast duiken. Want dat vindt hij leuker dan in de zee duiken. Maar dit is echt een nerd hoor, die ken. Die stelde inderdaad ook van die dat soort verhalen van dat slaven meer vrijheid kregen. Vooral ook op een schip, omdat dan die kapitein zoiets had van shit, ja, als er een muiterij plaatsvindt, dan ben ik, word ik gekielhaald of zo. Dus daar heb ik geen zin in. Dus, of die liet zwarte, dat is ook de onzin aan die hele vergoeding van slavernij. Dat is net alsof, alsof de slavenhouder verdiend hebben aan de slavernij. Er wordt heel vaak gezegd van het Westen heeft zijn welvaart te danken aan de slavernij. Of zo. Amerika heeft zijn welvaart te danken aan de slavernij. Alsof die katoenplukkerij of dat met slaven, alsof dat de basis voor de welvaart heeft. Nee, het is een, ondanks de slavernij hebben ze het heel ver geschopt economisch. Want slavernij is gewoon een slecht economisch model. Waar ja, de slaaf leidt er misschien meer onder dan de slavenhouder. Maar voor beide is het geen voordelige toestand. Want ook als de slavenhouder ziek werd, dan had er misschien een van de slaven een goede dokter kunnen zijn die hem had kunnen genezen. En dat kan nou niet. Dus door het feit dat die arbeid gedwongen is, daar mist iedereen een hoop van. Ja. Nou ja, kijk. Ondertussen. Ja. Wat in de chat? Sorry. Ja, van alles, ja, van ik alles. Zie, ik zit alleen maar in die chat van Twitch, maar er gebeurt zeker veel meer in het chat. Nee, in Twitch gebeurt ook wel wat. Ethically speaking, denk dat er een buitenaardse aanval komt. Dit is de lang verwachte Operation Blue Beam. Hè, dat als er de vaccinschade bijvoorbeeld in het nieuws komt, dat ze dan opeens een buitenaardse wezens de macht overnemen. En die moeten we allemaal gehoorzamen. En die hebben een vertegenwoordiger dat die Mark Rutte weer is. Hè. Ja, dan hebben we nog, hoe dat, een helmplicht. Koraal is een archief van het klimaat. Je kan, ik weet niet waar dat met onze woorden te maken heeft, maar nou, die vriend van mij, dat hij dan in het Caribisch gebied ging om te duiken. Dus als je duikt, dan kan je in het koraal kan je het klimaatarchief zien, ja. Maar niet slavernij ding.
En King Hong maar, zegt een mooie vergelijking, maar ik weet niet welke vergelijking dat is. Maar oké. Okay. Maar de mountainbiker had je, ja, dat hoort bij waar we het hiervoor nog over hadden. Hè? De mountainbiker met een die onwel was geworden. Ja. Nou ja, kijk, weet je, ik bij welk bericht heb zitten die, we overigens nou? Wat? Ik ga nu naar 6 toe. Oh. Ja, maar weet je wat de het is? De mountainbiker was nummer 5. Dit is natuurlijk wat je krijgt, want ik heb ook van die wappie vrienden. En die delen dit dan de tijd als er iemand onwel is geworden. En die is in één keer... Want kijk, ja, die is een mountainbiker. Die zal normaal, zoals gesproken, zal die nog een beetje fit moeten zijn. En die is dan in één keer dood. Maar het is natuurlijk... één mountainbiker als hij in een auto had gewoon... gezeten, had hij gewoon iemand... had hij een eerschaal. Ja, had hij bij het vorige bericht gepast. Hè? Nou zit hij gelukkig op een mountainbike. Kijk, het is natuurlijk anekdotisch bewijs als het om één ding gaat. Hè. Het zou theoretisch kunnen dat hij gewoon... Snap je? Alleen dit is natuurlijk wat je krijgt van... dat het mensen gaat opvallen. Want dan... Ja. Vandaag is de mountainbiker. En gisteren zag ik een NFL-speler. En de dag ervoor zag ik weer iemand anders. En op een gegeven moment... Maar ja, dat is... maar goed, het gaat natuurlijk om de hoeveelheid mensen... Die ene mountainbiker, ja. Het, maar ja, het is wel zo van... ik weet trouwens niet hoe dat bij andere mensen precies zit. Want kijk, zo'n wappie figuur, die deelt dat dan ook. En ik weet niet precies wat je daarmee wil bereiken. Omdat het natuurlijk... als je elke keer dat blijft delen... Dan kun je natuurlijk hebben dat bij sommige mensen gaat er dan iets... loskomen van, god, is wel veel. Maar het gaat natuurlijk om de percentages en de hoeveelheden. Maar goed. Ik denk dat het propaganda-effect hiervan onvermijdelijk is. Want ook die mensen die zeggen van, nou, dan heb je die wappies weer. Die gaan na het 500ste keer, ze kunnen dat geen 500 keer intypen. Zonder, op een gegeven moment gaat het afslijten. Dan denk je het idee van, ja, ik voel me nou een beetje een lullig als ik het nou... zou ik er toch niet naast zitten, bijvoorbeeld? Ja. Ik denk dat er twijfel optreedt na. Nee, maar goed, ik heb het al een keer over een hele goede vriend van mij gehad. Die dan bij mij op bezoek was om een blaaspartij in te spelen. En die zei van. Die hoorde al die ambulances bij mij, want ik zit vlak naast zo'n prikcentrum. Dus heel veel ambulances hoor je hier. Nou, het viel hem gelijk op. En weer een ambulance. En die zei van, ja, mensen bellen tegenwoordig eerder de ambulance. Nou, dan weet ik gelijk wat er op tv wordt gezegd. Want mensen die robotiseren die propaganda. En zo komt het dan weer bij mij terecht. Van, oh, dus dat is de officiële verklaring is... Ja. Dat mensen vroeger hadden ze jeuk aan de teen en dan gingen ze krappen. Maar nu bellen ze de ambulance. En daardoor horen wij meer ambulances. Nou, kijk, dan weet ik het officiële verhaal. Ja, maar dat valt inderdaad op. Dat de media zijn de hele tijd bezig met officiële verklaringen te leveren. Gaat dan ook opvallen, hè? Want normaal zouden ze het daar niet over hebben. Maar nu is de hele tijd is er een soort paniekfase van hoe gaan we dit nou uitleggen? Ja, ze zitten in de verdediging wat dat betreft. Iedereen hoort de hele tijd met die ambulances. En die wordt helemaal gek van die ambulances. En zij zitten te spindokteren hoe ze dit... Maar ik vind dat trouwens... Ik vind het wel een oergeestige verklaring van ze. Van, we gaan gewoon zeggen dat iedereen maar gewoon om de haven klappen. Gewoon voor de lol. Ambulances belt. Een soort is dat een soort en die, dienst gewoon. En die spelers op die sportvelden, die vallen ook voor de lol. Wasje stortte die in elkaar. Ja, maar vroeger had je belletje trekken. Hè? Maar nu bellen ze de ambulance. Weet je wel? Dat is dat nieuwe belletje trekken. Nou, en zo leggen we dat dan uit aan dat domme volk. En, maar goed, ja, ik weet niet of je wel eens tegenwoordig naar een ziekenhuis moest en dat je dan ging bellen. Hè? Nou, hoe moeilijk dat is voordat ze komen. Nou, het is echt wel veel moeilijker dan vroeger, hoor. Dus het is een heel raar verhaal van de overheid deze keer dat de mensen allemaal voor de lol namen. Want het is een hele toestand... Je moet echt met een horrorverhaal komen. Willen ze nog iets voor je doen tegenwoordig? Hè? Ja. Dan kom ik weer bij. Ja, ik herhaal me dan. Maar ik vind het zo'n prachtig verhaal. Van iemand die een schouder uit de kom had. En dan die krijgt dan. Je krijgt die belt dan. En die krijgt eerst iemand. En dat is geen dokter. Dat is iemand. Die, dat is een soort. Ja. Wat is het? Een belmiep.
Ja, maar het is een doorman, hoe noem je dat? Een uitsmijter. Je krijgt zo'n uitsmijter. Die gaat eerst jou uitleggen van, neem maar een dropje. Hè? Dat is die taak van die vrouw. Of man, maar maakt niet uit. Maar die krijg je eerst. Dan, maar die moet dan bepalen of jij wel iets hebt wat waardig is om behandeld te worden. Ja? Oké. Nou, die had dus een schouder uit de kom. En de vraag was van, bent u misselijk? En dan antwoordden ze negatief. Nou, dan is uw schouder ook niet uit de kom. En die is gaan slapen met een schouder uit de kom. Nou, dat is de volgende dag wel echt. Maar het is dus gewoon fucking moeilijk om nog überhaupt in een ziekenhuis te komen. Dus het hele idee dat iedereen maar voor de wisserwasje een ambulance belt. En je hebt ook een hoog eigen risico. Je bent gelijk die 4 meijer eigen risico. Die ben je kwijt, hè? Met één keer ambulance bellen, hè? Nou, dat is voor heel veel mensen is dat geen leuk grapje dat ze even 4 meijer kwijt zijn. En dan gaan ze zelf, terwijl het misschien verstandiger was om met de ambulance te gaan, gaan ze nog liever met de fucking taxi naar dat ziekenhuis, weet je wel? Naar de eerste hulp. Dus het is een hele fantasierijke verklaring van de over. Maar ik ben wel blij dat ik dus niet-wappies ken die mij dan die propaganda gewoon doorspelen. Hè? Want het is echt. Ik zei dat laatst ook een collega en ik zeg ook, hoe heet die ook weer? Zo'n arts die. Daar ben ik even zijn naam kwijt. Maar daar zei hij gelijk problem with a former employer of zoiets. Dat is dus kennelijk iets wat ze dan te horen krijgen. Robert Malone, ja. Die Robert Malone. En kennelijk, die is estranged with the employer relationship. Kennelijk is ze dat aangereikt, gewoon van... dit kan je daarop zeggen. Als ze hier met deze figuur aankomen, dan kan je gelijk karaktermoord plegen door boom te zeggen. Het is een vies peuk, dus voor de rest hoeven we er niet minder aan te luisteren. Zo, op die manier. Ja. Dit is dan een beetje ook wat met viruswaarheid. Zo van, die Willem Engel die had wat grond en die had de problemen en die heeft even wat geld geleend vanuit de pot. Wat weet die nou? Dat wordt verder ook niet meer serieus te nemen, ja. Volledig gevist of zo, en daarmee kun je alles wegwuiven. Ja, ik vind het al heel knap dat ze de naam Robert Malone kennen, want ik denk, bij heel veel mensen, weet je wel, die tegen mij zeggen, ik volg de wetenschap, die weten niet eens wie de uitvinder van het mRNA-vaccin is geweest. En die Peter McCullough, daar zijn ze ook mee bezig, hè? Die zijn ze ook, die is die cardioloog, dat is toch moeilijker te doen, denk ik. Maar daar zitten ze ook aan te zagen. Die hebben ze nou zijn licenties afgenomen, geloof ik. Of dat soort. Want die organisaties zoals de American Medical Association en zo, die zijn ook helemaal gecorrumpeerd. Hè? Dat is natuurlijk het eerste wat je doet als pharma. Dat je daar allemaal stroommannen neerzet. En dat is natuurlijk ook makkelijk te regelen. Met een beetje geld kan je iemand zo naar voren pushen. En dan heb je de mogelijkheid om mensen hun licentie af te pakken. Ja, en als je dat kan, dan kan je ze zo naar je hand zetten. En dingen voor te schrijven waarschijnlijk. En zeggen, als je misinformation geeft, wat dit en dit en dit en dit is, dan word je gelijk, je krijgt gelijk je license wordt ingetrokken. Ja, ik zat laatst ook te denken, want jij hebt dat boek gelezen, hè, van de Real Dr. Fauci. Ja. Ik zat te denken, eigenlijk lijkt me wel leuk om dat boek te hebben en te lezen. Aan de andere kant, dan durf je helemaal fucking niks meer te pakken. Volgens mij, als je dat boek uit hebt, dan het gaat alleen over Fauci natuurlijk, maar je kan wel zien hoe dat proces werkt. En hoe ze inderdaad zo'n mechanisme hebben van, er is ergens een probleempje onder een paar enorme... zware drugsverslaafde party scene homo's. Die gaan we dan wat voorschrijven waar hun klachten erger door worden. Dan zeggen we van, oh mijn god, er is een gigantische pandemie. Dan geef je ze een geneesmiddel waar ze klachten van toenemen. Dan kan je het helemaal opbouwen. Je kan het helemaal opkloppen, die hele pandemie. En dan kan je het gewoon naar Afrika verhuizen. En dan zeg je gewoon in AIDS Afrika. En dan kan het opeens veranderen van iets wat alleen maar homo's in de party scene trof, naar iets wat... meer vrouwen dan mannen treft. Want de kraant
kraait kennelijk ook geen haan naar. Dat het in Afrika de ziekte gemuteerd is naar iets van. En dat het ook gewoon met questionnaires gedaan wordt. Dat je een vragenlijstje moet invullen. En daaruit kan blijken dat jij. Dat jij HIV positief bent of AIDS hebt. En dan kan je die medicijnen krijgen. Nou, daar word je weer zieker van. Dus dan is het helemaal erg, die epidemie. Dan kan je weer geld opwerven. Want in Afrika is het zo erg. We moeten het daar bevechten voordat het hier is. Beetje net zoiets als moslim-extremisten. En zo kan je dat helemaal uitbouwen. Dat vanuit een klein kiempje kan je dat gewoon opblazen tot een enorme winstpakker. Nou, en dat wordt een beetje beschreven in dat boek. Je hebt nou dat vaccin, want een maat van mij zei van ja, ik heb zo'n oproep gekregen van mijn dochter voor baarmoederhalskanker vaccin. HPV. En nou willen ze ook jongens, willen ze daarmee injecteren, want die hebben dan weer seks met meisjes. Kijk, ik zei tegen hem van ja, weet je wat het is? En ze zei misschien ook wel hebben, ik vertrouw helemaal geen fuck meer. Ik ga eerst uitzoeken wat het is en hoe het zit. En dan hoor je dan weer verhalen van met een van de eerste vaccins, ik weet niet of die in Nederland zijn gebruikt, hadden ze uitgerekend dat je meer kans had om dood te gaan aan dat vaccin dan aan baarmoederhalskanker. Nou, dat vind ik dan al geen reclame. Dat is dan wel uit de handel genomen, of in ieder geval niet in Nederland meer gebruikt. Maar dan is het ook zo, van, dan schijnt het dan een soort van iets wat het dan triggert, die baarmoederhalskanker. Daar word je dan tegen geïnjecteerd. Maar dan schijnt het op veel verschillende manieren schijnt het te kunnen. Dus dan, je hebt dan één factor, haal je weg. Als het goed is. Maar het is niet, het is geen garantie dus. Je kunt nog steeds baarmoederhalskanker krijgen via een andere weg. Maar goed, vroeger had ik gewoon er niet eens over nagedacht, Peter. Dan was er een oproep in van een vaccin. En dan okay, ja, dat is een vaccin. Oh, je kunt een vaccin pakken. Nou, had ik mijn dochter daar gewoon naartoe gestuurd en pak je vaccin weet je. Maar nou... Ik heb het nou ook van, nou moet je echt allemaal zelf van uitzoeken. Ja. Want, En dit gaat nog om een vaccin, een echt vaccin. Dus geen gentherapie, maar vaccin. Hè? Mm. Dat heb ik dus ook geleerd, wat verschil daar tussen is. Wist ik ook niet. Eigenlijk wist ik niks. Maar de hele Big Pharma interesseerde me eigenlijk helemaal geen kut. Ik had daar helemaal... wat dat betreft was ik zo naïef als wat, man. Dat is dan wel een zege aan dit hele verhaal. Ja. Want nu ook bijvoorbeeld dat jij die dingen over AIDS weet van Afrika. Nou, toen hadden we niet eens internet, hè? Hey, in de jaren 80. Mm. Dus wat ze daar allemaal aan het uitspoken waren, daar hadden wij geen idee van. Nee, als je dat boek ook van Fauci, over Fauci leest, dan denk je van, oh, dit gebeurde al veel langer, zeg maar. In zijn kiem was dit al, het is nu heel erg, ze zijn dat businessmodel steeds verder gaan uitbouwen en steeds verder gaan opschalen, zodat het zichtbaar geworden is voor iedereen die er ook maar een beetje naar kijkt. Maar in principe waren ze het al veel eerder aan het doen. Ze hebben natuurlijk in India en in Afrika hebben ze natuurlijk allemaal mensen geïnjecteerd en weet ik allemaal wat. En er is allemaal van alles misgegaan natuurlijk. Maar dat ze het hier in het Westen zo hebben gedaan, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Oh ja, je had het experiment niet. Dat decennia lang geduurd heeft met die Tuskegee-experiment, ja. We hebben ook die DES-kinderen gehad, hè? Die DES, dat ze iedereen moest die DES slikken om miskramen te voorkomen. We hebben wel schandalen gehad, ja. En de Mexicaanse griep was ook al een schandaal, hè? Daar hebben ze ook al miljoenen uitgekeerd. Maar ja, goed, het is niet in de verhouding met... Maar heel vaak kon er worden gezegd van, wat is een foutje of zo. Hebben we ervan geleerd. Ja. Hebben ervan geleerd en nou is het niet meer zo. Maar ik denk dat hier nou heel moeilijk die kaart te trekken is. Gewoon want als ze nou zeggen, we hebben ervan geleerd, moeten ze eerst alles nog opbiechten. Nou, dat is een hele hoop, hoor. Ja, we zijn allemaal massamoordenaars, maar we hebben ervan geleerd. Ja, maar het is ook verplicht gesteld. Het is natuurlijk verplicht gesteld en ze hebben iedereen uitgemaakt voor wappies en... dus daar kan je bijna geen excuses meer voor aanbieden. Daarom kwam ook dat verhaal van... we hebben allemaal foute dingen gezet. Laten we maar gewoon elkaar vergeven en vergeten en weer verder gaan. Er kwamen van die heftige reacties op van helemaal niks vergeven en vergeten. Ze zijn gewoon Te ver gegaan. Maar dan maar terug over de Oekraïne en een beetje klimaat. En
En het huwelijk van Andreasen junior. Maar dan maar toch maar weer de afleiding. Want dat vergeven, dat... ja. Nou, dat is ook een mooie inderdaad. We gaan dan eentje gaan we er op vooruit sturen van... nou, als jij nou eens om vergeving vraagt... dan gaan we kijken wat, wat daar de reactie op is. En dan weten we gelijk hoe het ervoor staat. Maar het is, even kijken, volgende bericht. Het is toch nog geen lente. Jaarwisseling brengt hooikoorsklachten met zich mee. God, oh, dit is de gebruikelijke klimaatpropaganda. Ja. Maar weer via een hele originele invalshoek. Ja. En zijn we even vergeten dat het in december echt fucking koud was? Dat we al geschaatst, dat we geschaatst hebben in december? Ja. Maar dat ook niet het is nou even wat warmer, Zuid. Oké. Okay. Weet je, kijk, Nederland is ook wel een ideaal land voor de, weet je, wat wij zijn, we hebben natuurlijk een zeeklimaat en het is heel afhankelijk waar die wind vandaan komt. Weet je wel? Ik bedoel, we hebben alleen maar echt strenge winters met min 20 als we echt strakke oostenwind hebben. En en anders kan het gewoon 13 graden zijn, ja, dat kan. Dat was vroeger ook al zo, maar ja, nu is het dan, ja, dit is gewoon een 1000 cuts propaganda. Dat je gewoon een, weet ik niet, 1000 berichtjes... Hè? Altijd negatief, want het is dan 13 graden. Nou, voor mensen... Zo werkt het nieuws, hè? Maar het is niet zo van... mensen met kloven en wintertenen halen een opgelucht adem. Of, weet je wel, het is... misschien een extra oogst mogelijk door dit, door de lange zomers. Nee. Gelukkig dat met de hoge gasprijzen 13 graden is. Nee, het is dan hooikoortspatiënten panikeren massaal. Ja. Zoiets. Ja, dat is net iets als lees ik van die FTX-man bijvoorbeeld in nieuws. Lees je FTX, SBF, die pleit onschuldig. En dan lees je over Andrew Tate die gearresteerd is. Nou, terugkomst is niet mogelijk voor hem. Ook als blijkt dat hij onschuldig is. Dus dan zie je een hele andere invalshoek. Je kan ook zeggen, nou, SBF kan het wel vergeten. Ook als blijkt dat hij niks niet schuldig is. En Andrew Tate, hij pleit onschuldig. Nee, het is een andere slant die erop gegooid wordt. Dat is de hele truc achter propaganda. Het is niet keihard liegen. Want heel veel mensen denken dat Jacques Ellul zegt dat ook in zijn boek Propaganda. Heel veel mensen denken dat propaganda gewoon keihard liegen is. Maar dat moet je niet doen. Zelfs Goebbels zei, je moet altijd de waarheid spreken. Want als je liegt, dan gaat je geloofwaardigheid gewoon heel snel onderuit. Als dat onderuit gehaald wordt. Wat je moet doen is, inderdaad, zoals bij deze klimaatveranderingen, heel vaak negatief onder de aandacht brengen. De gevolgen van een warm weekje of zo in de winter. En je liegt niet. Net zoals je met het dood neervallen van al die sporters niet liegt. Je bent feitelijk correct bezig, maar het geeft wel een bepaalde emotie bij mensen. Waarin ze een kader, waarin ze andere waarnemingen gaan plaatsen. Ja, ik denk dat je inderdaad beter erover over bepaalde dingen niet kunt hebben. Gewoon dan. Ja. Hè? Dan, dat is niet belangrijk. Hunter Biden's laptop. En dat zie je bij die Twitter-paal. Ze hebben het er gewoon helemaal niet over. Nee, precies. En, want ik denk ook die NOS bijvoorbeeld van... Je had op een gegeven moment die homo, ik weet niet meer wie het is. En die had gezegd van, dat wij fake news zijn. Nou, dat valt echt reuze mee, want wij vertellen bijna altijd de waarheid, zei die. Nou, dat vond ik ook wel grappig. Bijna altijd. Maar ik kijk er gewoon niet naar. Maar ik heb een keer, toen heb ik bewust gekeken. Toen waren er 1 miljoen mensen in Berlijn. En met die demonstratie. En dat vond ik nog. Ik dacht, ik wil weten wat het NOS-signaal erover zit. Nou, heel slim. Het zat helemaal achteraan na 25 minuten. NOS-signaal om 8 uur, weet je. Dus dan. Maar dan doen ze een demonstratie in Rusland. Ja, er wordt gedemonstreerd in Rusland. Zo wordt overal gedemonstreerd. We hebben overal. In Rusland wordt ook gedemonstreerd, weet je. En toen hadden ze het uiteindelijk in. Nou, Berlijn was ook een demonstratie. Ja, van voor- en tegenstanders van de COVID-maatregelen. Dan heb je dan 10 Antifa-mafkezen, weet je wel. En dan 1 miljoen
Maar, ja, ja. Maar het zwakte punt, en dan ben ik het eens met Goebbels, is dat ze zeiden er waren 17.000 man. Maar er waren allemaal drone-opnames. Hebben ze later verboden. Ja. Bij die drone-opnames zag ik gewoon hetzelfde aantal mensen als bijvoorbeeld met lofbereid van 1 miljoen. Weet je wel? En dat kan ook helemaal niet. Want iedereen die wel eens in Berlijn is geweest met die gigantisch grote straten, 17.000 man, is helemaal niks. Dan is er helemaal niemand in Berlijn. Weet je wel? Nee, maar het was gewoon, weet je wel? Maar dan... Ja, dan val je door de mand, hè? Ik denk dat Goebbels gelijk heeft. Dat gewoon, dan hadden ze het er beter niet over kunnen hebben. Dan hadden ze gewoon moeten zeggen... Ja, er waren wat voor- en tegenstanders van corona. En, ja. En dan en lekker... Weet je wel, en Rusland is ook een demonstratie en zo. En weet je dat... Ze overspelen hun hand door die 17.000 te noemen. Ja, je geeft een stok om mee te slaan. En dat is stom. Ja. Maar goed, ze moesten het leren. Hè. Gewoon, het kwam ook... Nee, maar ze worden arrogant. En dat is altijd de verleiding als jij... heel veel de macht hebben. Je controleert alle media en academici en scholen en zo. Dan word je arrogant en denk je van, nou, ik kom hier ook wel mee weg. Kom hier ook wel mee weg. Oh, hier kom ik ook nog mee weg. Dan graven ze hun eigen graf. Ja, precies, weet je wel. En weet je wat ze ook kunnen doen natuurlijk is van, we hebben dat bericht uit Duitsland overgenomen. Daar werd een melding gemaakt van 17.000 man. Nou, en dat hebben wij... Neem je kennelijk de verkeerde berichten over. Ja, nou, de politie had een schatting gemaakt van... het was sowieso heel grappig met die... want dat was wel ongekend. En later hebben ze toen ook van alles geprobeerd om nooit meer zo'n demonstratie te krijgen. Weet je, gewoon door wegen te blokkeren en weet ik allemaal wat. Maar er waren toen 1 miljoen mensen en toen hadden ze inderdaad dat is helemaal gedownplayed. Er waren heel weinig mensen bij de demonstratie. Dat was de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant vielen ze de demonstranten aan van... er waren zo verschrikkelijk veel mensen die konden geen 1,5 meter afstand houden. En dat was levensgevaarlijk voor de volksgezondheid, weet je wel. Dus toen waren ze eigenlijk op twee fronten bezig die elkaar aan het tegenspreken waren. Maar goed, Ja, wat mij ook opvalt is dat in zo'n situatie waar één partij duidelijk de overmacht heeft en alle media controleert en de scholen en de universiteiten, dat de andere partij, zeg maar de wappies, die worden ook steeds feitelijk accurater. Zeg maar. Die weten wel worden als wappie neergezet. Dus die gaan zich heel erg beperken. Die gaan ook niet zeggen van ja, het waren de 10 miljoen. Want dan weten ze wel, nou ja, dan worden wij ook afgebrand. We moeten echt een conservatief aantal noemen, dat we daar niet op gepakt kunnen worden. En dat ook bij die vaccindiscussies, je weet dat iedereen die vanaf die YouTube afgeschopt wordt vanwege fake news of vanwege misinformation, die gaat 3 keer zijn video nakijken voordat hij een post, of er echt niks zit waar die op gepakt kan worden. En dat is ook met dat boek van die Robert Kennedy Jr. het geval over Fauci. Helemaal vol met voetnoten. Hij heeft gewoon alles heeft hij met links gezet van... je kan me nergens op pakken, ik heb alles bewezen. En Fauci had er ook nog op gereageerd. Hij had niet gezegd van ja, er klopt geen zak van. Hij had gezegd, ja, yeah, dat is very unfortunate. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je zegt als je gewoon de fouten er links en rechts uithaalt. Dan zeg je, daar komt... Ja, en zelfs als er maar één foutje in staat, dan ga je zeggen van... Ja, daar klopt niks van. Hij had Kennedy aan kunnen klagen voor smaad. Ja, als die waar moet je, was. Dan moet je en dat was ook een normale reactie geweest dan, hè? Als het niet waar was. Hè? Maar dan moet je boter bij de vis noemen natuurlijk. Dan moet je ergens mee komen. En dat had hij niet. Dus zegt hij maar very unfortunate. En ik weet ook wel helemaal in het begin van die COVID-crisis... dat ik zit niet meer op Facebook bijna. Ik heb het ook niet meer op telefoon. Maar toen was ik een beetje actief bezig en zo. Maar toen werd ik heel vaak aangevallen van... ja, en hoe kom je aan die informatie? En ik moest alles uitleggen. Maar ik dacht van, dat is wel eigenlijk wel grappig. Van de ene kant hoeft niks te doen. Sterker nog, die kunnen gewoon zeggen van... de cijfers van RIVM maken we niet openbaar. Want dan kan het zijn dat mensen hun vertrouwen verliezen in het RIVM. Of de jongen gewoon gezegd. Ja. Wat eigenlijk een soort schuldbekend is. Maar die ene kant, die mag alles. Die mag of gewoon zeggen... alleen maar over Robert Malone te zeggen... oh, disgruntled employee. Ja. Nee, maar we hebben cijfers. Hoe kom je aan die cijfers? Nou, dat zeggen we niet. Nee. En
En wat zit er in het vaccin? Je vraagt toch niet wat er in het frikandel zit. Dus die ene partij die hoeft helemaal niks. Ja. En die andere moet zich partij... helemaal de schompens bewijzen. Precies. Ja, ongelooflijk. Ik vind het wel raar, want ik zou juist wel vragen van... het is toch wel een frikandel met paardenvlees, hè? Want die is lekkerder. Ja. Ik wil niet eentje met rund hebben, hoor. Ja. Nee, maar dat is het hele effect van propaganda. Dat is niet dat het gewoon een berg leugens zijn. Nee, je gaat gewoon een stroom creëren, een vloedgolf. Zoveel verschillende kanten komt er een bepaalde mening op je afzetten. Dat de overgebleven verzet, die zit zo in de verdediging... dat ze zich helemaal, dat ze gelijk al met min 20 punten beginnen. En daar tegenop moeten werken. En met allerlei bewijzen moeten komen. En dat ze dat uiteindelijk gewoon maar opgeven omdat het te vermoeiend is. Terwijl de partij die vloedgolf veroorzaakt, die hoeft gewoon niks te zeggen. Die hoeft alleen maar even te parroten wat ze is aangereikt in de media. En dan, dan hebben ze al gewonnen. Zeg. Ja, en hoe ze het in de media doen is ook met een kop. Want ik kan me herinneren dat een vriend van mij die deelde iets van de Volkskrant. En een heel lang verhaal. En ik dacht, ik ga het gewoon helemaal lezen. En dat was een vaccinactivist. Die pro. Die vond dat iedereen verplicht, iedereen alles. Baby's en iedereen moest gewoon volgeramd worden. Dat was gewoon zijn mening. Maar dit artikel ging dan over hydroxychloroquine en zink. En uiteindelijk kwam het erop neer dat de Lancet had een artikel geplaatst wat ze niet hadden mogen plaatsen, want het onderzoek was gewoon een grote fake. Nou, maar wat was de kop? De kop was van waarom willen rechtsextremisten als Baudet en Trump, waarom zijn die nou zo fan van hydroxychloroquine? Dat was de kop. Nou... En dan een beetje wat negatief gelul over Baudet en dit. En uiteindelijk, helemaal na 2000 woorden, stond er iets van... Ja, de Lancet heeft het onderzoek teruggetrokken. Weet je al? Ja. Dus, maar en die lul, die had het ook nog gedeeld. Want ik denk van, eigenlijk, als iemand dit echt gaat lezen... staat er dus gewoon in van... er is een middel gewoon ten onrechte verboden in Nederland. Ja. Hè? Alleen, hij was er zelf niet eens aan toegekomen. Hij had het gewoon gedeeld, want hij dacht... Oh, lekker, hier, ik heb een mooi Volkskrant bericht, lekker. En dan wordt er lekker al die rechtse extremistische gekken... die dan maar achter die kwakzalversmiddelen als hydroxychloroquine aangelopen... die worden lekker in de hoek gezet. En dat is natuurlijk ook wat hele spelletje van... wil jij daarbij horen? Denkt dat hydroxychloroquine misschien zou kunnen werken? Oh, dus je bent zo'n Trump-aanhanger en je bent een racist. Gewonnen hebben eigenlijk, ja. Ja, en dat is het. En niemand leest dat hele fucking artikel. En dan nog, weet je wel, van als je helemaal wou weten hoe het dan met die lens precies zat... en hoe dat onderzoek gefuckt was. Ja, dat stond er dan weer niet zo in, weet je wel. Nee, dat dus, moet je doorklikken. Nou, dan moet je echt naar andere media. Nee, maar goed, maar dat is dan ook een gigant... Het werkt goed. De meeste mensen lezen alleen maar die kop. Ja. Hè? En de rest... ja. Net als met die homo-wet. Zelfs nou, als er gewoon onder het artikel staat... tegenovergestelde van de kop. Dat... Ja, maar dat was ook... Nou, ik heb dat trouwens nog met die PCR-test. Toen in het begin had je nog iemand die werkte voor het RIVM... Hoe heet die vent nou ook alweer? Die zei dat die... Niet die van Dissel... Nee, niet van Dissel. Er was een kikker die wou uit de kruiwagen springen. Die werd op een gegeven moment weer teruggetrokken. Want nee, jij gaat niet weg. Ja, als wij gaan, ga jij ook mee. Oh, ja, ja. Ik weet niet meer wie het was. Gommers. Ja. En die werd te heet onder de voeten. Maar die moest toch terug. Nou, mij niet wel. Die had dan... Het was een beetje zo'n nobody leaves the CIA verhaal, was het. Ja, vertel. Ja. Don't turn against the family. Ja. Ja, maar die had dan gezegd van... dat stond helemaal onderaan het artikel van... Ja, goed, zo'n PCR-test die kan dit en dat niet... die kan niet bewijzen of jij COVID hebt of niet. Of dat je dit dat... En die legde dat dan wel uit zo. Maar die wou dan toch niet liegen.
En het, maar het grappige was, want ik heb dat dan een keer aan zo'n lazerlikker laten lezen. een vriend van mij. Hey, lazerlikker. Maar een overheidslazerlikker. En want die werd ook al heel fel op me. Want ik zei van ja, die PCR-testen die worden op de hoge cycli gedraaid. En als je kunt je wel zelf laten testen, maar het is geen bewijs dat je dit en dat. Nou, hoe kom je bij die informatie? Dus ik drukte er een en dan kwam ik ook bij Gommers. En die zei, maar later deed ik de test nog eens een keer, een week of zo, twee weken later. En toen kon ik die berichten helemaal niet meer vinden. Die kon ik niet meer, tenminste niet via Google. Kon gewoon niet meer vinden. Dus, Google is echt heel erg kloot aan het worden. Dit is, dat is echt vreselijk. Ja. Google. Ik vond het jammer, want ik vond het mooi. Want ik kon mensen dus gewoon onder de neus wrijven vanuit hun eigen media en hun eigen heilige overheid. Van nou, dit is... Maar ik heb zelfs meegemaakt dat ik dat iemand zei, iemand die was helemaal panisch. Die is later omgedraaid trouwens, helemaal omgedraaid. Die is dan, dat heb je ook, hè? Dat zijn van die rokers. Die stoppen met roken en die worden de meeste anti. Hij geloofde vanaf dat moment in elke complottheorie. Ja, dat. die heb je inderdaad ook, ja. Fucking graansikkels. Dat doe ik niet meer over, joh. Plante aarde. Ja, vogels zijn robots. Ja, die ging helemaal. Maar toen zat hij nog in zijn fase van. En toen zei ik van. Ja, goed, hoe erg is het allemaal? Er zijn maar 70 mensen, gezonde mensen overleden. En zei, ja, dat is helemaal niet waar. Nou, ik zeg, dat zegt gewoon die overheid die jou bang gemaakt. Die jouw overheid, die zegt dat. Nou, laat dat zien dan. Nou, ik naar de site van de RIVM. Nou, ik moest ver doorklikken, jongen. Het was echt, ik moest wel 14 keer doordrukken toen ik uiteindelijk bij die cijfers, ik begon ook wat nerveus te worden, want straks vind ik het niet, hè. Maar ik vond hem. Ik liet het hem zien, hè, voor zijn ogen. Mm-hmm. En hij zei, dat zijn jouw cijfers. Ja. Dat is jouw waarheid. Ja, hoezo? Van de RIVM. Ik bij het RIVM. Wat voor complottheorie is dat dan? Dat ik bij het RIVM zit, stiekem de cijfers. Eigenlijk moet je van tevoren zeggen bij zo iemand, zou het verschil maken als ik op de RIVM-site deze data kon vinden? Ja, dat en, precies. Ben jij dan, stel, ben je dan verander jij dan van mening en bied jij dan samen, neem je excuses gaan aan? Gaan we samen kijken? Gaan we samen? Ja. Ja. Ja, nee, dat is ja, verdomme. Anders stop je daar een hoop moeite in en dan zeggen ze van, deze heb je dan misschien gelijk, maar toch heb ik gelijk. Nou, er was zelfs nog iemand die was nog maffer. En dat vond ik nog het allerraarste. Die was ook helemaal, die geloofde de overheid ook helemaal. In alles. En met het hele verhaal. En toen zei ik van... hoe kan het dan dat de griep niet meer bestaat? Dus 0-2 jaar geen griep meer. Hij zei, griep bestaat niet meer. Ik heb vorige week griep gehad. Bestaat wel degelijk. En toen zei ik van, de overheid zegt al 2 jaar dat de griep niet meer bestaat. Ja, de overheid die doet zoveel. Dat kun je niet vertrouwen. Ja, hè? Wow. Ja, de griep is weer terug, toch? Hey, de griep is weer terug nou, toch? Ja, maar dan maken ze zelf een soort van scheiding van wat dan wel en wat dan niet. Ja, dat zie je wel aan die toeslagenaffaire. Die kun je niet... Maar dat vind ik zo bizar. Hoe dat werkt in die hoofden. Ja, maar dat komt ook. De overheid heeft natuurlijk een heleboel verschillende lettertjes. Ze hebben, net zoals je in Amerika die 3-letter agencies hebt. Heb je hier ook. Je hebt het RIVM. En je hebt een talloze ministerie van onderwijs, maar ook daarbinnen heb je weer een heleboel verschillende clubjes. En dat is eigenlijk een soort Titanic met allemaal gecompartimeerde zinkdelen, zeg maar. Dus dat als er één compartiment lek gaat, de CIA of zo, dan hernoemen ze dat gewoon. Net zoals in de Sovjet-Unie hadden ze natuurlijk de KGB. Nou, dat noem je dan gewoon zeggen, nee, de KGB hebben we afgeschaft. Dat was inderdaad enorme misstanden. En we hebben nou de FSB. En er zitten allemaal dezelfde mensen in. En ze hebben ongeveer dezelfde taken, maar nee, het is een heel ander verhaal.
En ja, dan dus je maakt het schip onzinkbaar door er allemaal compartimenten in te bouwen. En ja, misschien verliest de ene geloofwaardigheid. Nou, hup, dan renamen, rebranden, terug. Nou ja, je hebt ook wel bijvoorbeeld, ik heb die discussie wel eens gehad van iemand die dan christelijk was. En die zei van, maar wij zijn niet geïnformeerde, hè? We zijn gewoon... Daar had ik zoiets van, ja, maar dat vind ik eigenlijk veel arroganter. Want als jij nou, stel je voor, je bent dan fundamentalistisch christelijk, ja? Mm-hmm. En dan geloof je in de hele fuckerse kutzooi. Dus dat is Adam, die hemel, hel, hele zooi. Ja, alles. Maar dat is die Eva, die komt uit de rib van Adam. En de wereld is zo oud en et cetera. Nou, de hele kutzooi. Ark van Noach, homo's is vies, maakt niet uit. Maar stel dat jij zegt van, ik ben een gematigd christen. Dan ben je eigenlijk, dan ga je dus op die troon van God zitten en dan ga je door die Bijbel heen en zeg je, nee, dit zwart ik lak, lak ik zwart. dit, even redigeren. Nee, dit is natuurlijk redacteren. Niet waar. Dat Jezus over het water kon lopen, dat kan natuurlijk niet. Dat is dan niet waar. Maar dit is dan wel weer waar. Dus dan, maar dan dat is nog arroganter, toch? Snap je? Kijk, die mensen zien dat zelf niet zo. Die zien zichzelf als verlichter. Maar ik denk juist van, dat is... Weet je wel? Dan weet jij het eigenlijk beter dan God. Maar God bestaat dan toch nog. Begrijp je? Het is dus dan... Je verbetert God. Dus ja, ik weet het niet. Waar waren we? Ja, we hadden een verhooikoors. Verhooikoors in de propaganda. Ja, nu zijn we bij New York Times. Oh, ik weet het. Ik weet al waar ik heen wou. Ik was mijn punt. Oké, vertel. Nee, maar dat is dus die maat van mij. Die zegt dus gewoon van, die is helemaal panisch. Die is helemaal in paniek. Die spaart zich helemaal vol met boosters en haalprikken. En ik vertrouw de wetenschap en jij niet. En die aan de andere kant zegt van, die overheid kun je niet vertrouwen natuurlijk op dat punt. Ja, precies. Dus dat is een beetje, dat is dat, wel, dat shoppen. Dat in niet. Dat, wat die van gematigde christen doet. Dat doet zo'n overheidsgelovige. Nee, maar ik ben wel een gematigde overheidsgelovige. Die pandemie is natuurlijk wel waar. Maar, snap je? Ja. Ja. Nee, we komen nu bij de New York Times. Die hebben dan, even kijken, op Ed. Mate with short people to stop climate change. Dus je moet eigenlijk met lilliputters neuken, ja, om de planeet te redden. Dwergneuken, ja, moet je doen. Dus eerst wil je dwerg werpen, maar nu ook al dwergneuken. maar het verhaal, je denkt van hemelsnaam, waarom is dat beter? Maar die gebruiken minder resources. Die eten... Ja, volgens mij klopt dat helemaal niet. Als je een dwergneuk wil nog niet zeggen dat er een dwerg uitkomt. Nou, het heb niet speciaal over dwergen, maar het is denk ik wel zo dat kortere mensen over het algemeen kortere kinderen hebben. Langere mensen langere kinderen. Dat klopt ook niet helemaal, maar goed. Nou, gemiddeld wel. Denk je dat er lengte... Dat is wel iets wat genetisch... Dat kan natuurlijk niet. Volgens mij wordt het wel... Nee, lengte zit vaak ook met... heeft ook met dieet te maken. Hele lange... Als baby eenzijdige voeding hebt gehad, dan krijg je Maar je hebt ook een genetisch component, want dat zie ik namelijk om me heen. Want ik woon hier in fucking Friesland. En het schijnt dat Nederland... Nederland schijnt de langste mensen ter wereld te hebben, heb ik gelezen. Maar we ook maar de meeste Friesland schijnt dan van Nederland dieet. Nog de langste. Nou, ik heb ook allemaal maten van mij die 2 meter zijn. En fucking die hell, jongen. Pyrotechnici, die hebben die vuurpijlen bij jou in de buurt. Die vuurpijlen ontploffen rond hun hoofd ongeveer. Het is mijn grootste trauma. Nederlanders hebben ook het meest veelzijdige dieet wereldwijd. Ja, wel, maar dan gaat het... Oké, maar voordat jij van een pygmee een Nederlander hebt gemaakt, of de hele bevolking... Wacht even, bij een Nederlander veelzijdig dieet? Ja.
Vergeleken met de rest van de wereld. Met frikandellen toch? En kroketten. Ja, dat maakt je dik. Dat maakt je dik. Ja, maar je hebt een genetisch component. Dat heb je gewoon. Ja, ik ken namelijk Koreanen die hier geboren, die hun hele leven. En die lopen recht opstaand onder mijn tafel door. Sterker nog, die zijn zo klein. Misschien zijn er wel vier in mijn huis. Maar hebben ze de eerste jaren van hun leven en die vreten hetzelfde. Nee, die vreten. Maar je hebt een periode dat je groeit. Hè? Dat gaat tot je puberteit. Dus, Maar je hebt ook je hebt geadopteerde Koreanen en Chinezen. Die vreten hetzelfde als een Hollandse nep broertjes en zusjes. Ja, volgens mij is het wel bekend. En die nep broertjes en zusjes die worden 1,98. En die Koreaan die... Nou goed, die kan door een waterkraan. Maar dat is dus er is een component. Maar wat ik wou zeggen is, ik ben 1,83. Nou, dat zou normaal gesproken een normale lengte zijn. Maar hier in fucking Friesland, jongen. Ik gewoon het werk. Ja, ik word niet goed. Ik was in Barcelona en ik keek over iedereen heen. En ik voelde me zo gelukkig in één keer. Weet je wel, ik dacht, godsamme. Weet je wel? Ja, want ik was er gewoon klaar mee. Ja, ik vind het gewoon niet prettig. Dat gewoon, maar dat even tezijde. Ja, het is... maar we moeten... Het is dus zo dat er helemaal niet meer moest doen. Schijnen mannen die korter te zijn, die hebben wat minder kans op vrouwen. Maar dat gaat nu naar het New York Times artikel helemaal veranderen. Want die zijn nou opeens helemaal hot, die korte mannen. Want je kan zeggen van, hey, wat sta je met die lange gozer te lullen? Je moet het met een korte, zoals ik, meten. Want dat is om de planeet te redden. Nou, daar kan je misschien toch weer een paar van die linkse snolletjes mee binnenhalen. Het begint met een advies. Maar ik denk dan ook nog, ik denk alweer iets verder. Want moet je nou luisteren. Kijk, hier in Friesland zijn ze 2 meter. Nou, dan mag jij nog maar 1 kind. Maar in China, als jij 1 meter bent, mag jij er 2. Want 2 kinderen zijn samen 2 meter. Dus wij mogen hier in Nederland, mogen wij als bevolking met langste mensen, mogen wij gewoon minder kinderen. Toch? Je mag gewoon, je mag 2 meter kind maken. Ja, dat betekent gewoon precies, Nederland maar 1 kind. 1,5 kind maken, want het punt is, het gaat niet per kind, het gaat om per stikstofuitstoot van het kind. Of CO2-uitstoot, de CO2-belasting van het kind. En dat gaat per lengte en per kilo's. En als wij hier allemaal van die grote reuzen hebben, dan moeten wij dus, want wij moeten dan beperkt worden per kilo kind, per kilo uitstoot. Ik denk dat als je 1,50 meter bent en heel erg dik, dan heb je ook gewoon een hele grote mond. Als je dik bent, dan, jij bent niet de dunste, Johan. Ik denk dat jij op een gegeven moment ook meer CO2-belasting moet betalen. Ik denk dat Johan inderdaad ook wel in een andere categorie thuis hoort. Ja, want ik denk dat we gaan belasten natuurlijk. Jij vernieuwt de planeet meer dan... Dan moet je eigenlijk mensen Yoshi beoordelen op longinhoud, hè? Qua CO2. Hoeveel longen heb je? Ja, maar het is ook twee mensen van 1 meter zijn moeilijker warm te houden dan eentje van 2 meter. Want de 2 mensen van 1 meter hebben gewoon meer oppervlakte. Waarover ze warmte verliezen. Dus, ze moeten ook in een grotere auto rijden. Het is over het algemeen zo. Ja, ze hebben 2 auto's, 2 van 1 meter. Zo simpel is het nog niet hoor. Ik ken ook zo'n Fries, hè? En die... Die zat in zo'n, hoe heet zo'n auto? Zo'n fucking kleine auto. Mini Cooper. Ja, het was net iets anders, maar goed, maakt niet uit. Een heel kleine auto. Daihatsu Furiosa. En hij was twee meter. En wat had hij nou gedaan? Want als je hem zag rijden, dan zag je hem in het achterste raampje. Hij had de voorstoelen eruit gehaald. Hij zat op de achterbank. Hij zat op de achterbank. Dus die mensen die... Ja, moet je dan wel geen gordels minder, dragen? Ze kunnen maar met z'n tweeën in 1 auto. Dus dan heb je dus 2 auto's in plaats van... als ze met z'n vieren zijn, dan zitten ze in 2 auto's in plaats van in 1. Of ze hebben een veel grotere auto. Dus ze vernietigen deze planeet gewoon 2 keer zo hard. Dus ja. Ja, er zijn... ik weet niet. Er zijn... Ik denk dat 2 mensen toch meer energie verbruiken. Ook omdat ze 2 kleine mensen. Dus als jij gewoon gaat zeggen, je mag een 2 meter mens produceren als nageslacht.
dat het dan ook nog wel eens voordeliger kan zijn om één grote te produceren dan twee kleine. Want die twee kleine gaan gewoon twee auto's kopen. Gaan elk een auto kopen. Vraag me ook af, was er nou een lilliputter en een blik, gewoon een lilliputter en iemand van 2 meter, die eten allebei gewoon dezelfde hoeveelheid bruine bonen. Wie scheidt er dan meer CO2 uit? Nou, met het eten heb je natuurlijk ook dat er gewoon, je hebt sowieso vleesbelasting en zo gaan we krijgen. Daar hebben we het nu over bruine bonen, hè? Ja, nu met het, maar dat gaat om ammoniakuitstoot en dat soort dingen, dat bedoel je dan. Dat probleem. Godsamme, ja, nee, dat gaan we, dit kan niet meer beredeneren. Ja, dat is maar het vraag, advies he? Is dus dat we gewoon, hoe ga je het oplossen? Maar ik denk dat ze alle kanten mee op kunnen. Dat is gewoon, dat is hetzelfde als een papieren en plastic zakje bij de supermarkt. Eerst dan zeggen ze, ja, hele lange mensen produceren, die moeten meer belasting betalen. En dan na een tijdje zeggen ze van, oh, maar we hebben ontdekt dat kleine mensen, dat die meer kleine mensen, dat toch onvoordelig is voor het milieu. Dan moeten die weer meer belasting betalen. Op dat moment wordt de belasting niet teruggedraaid voor de lange mensen. Dus is met de elektrische auto's, die krijgen ook, ja, je hoeft geen wegenbelasting betalen als je een elektrische auto hebt. En dan op een gegeven moment, oh, maar ze zijn wel heel zwaar, dus dan produceren ze meer stikstof van de banden. Moet je daar weer belasting voor betalen. Dus dit is gewoon zo'n probleem. Je betaalt gewoon een paar academici en die praten de ene kant op. Ga je belasting heffen, betaal je andere academici, lullen het weer de andere kant op, ga je daar weer belasting heffen. Maar goed, dit was gewoon maar een ingezonden brief, hè, van iemand, toch? Ja, op het. Van een influencer. Ja, ze plaatsen het wel. Ze plaatsen het wel voor. Die 65.000 per jaar krijgt. Als influencer. Ja. Maar dan gaan we even naar Sam Bankman-Fried. Want die kwam ook wel eens op het Witte Huis. Ja. Policy te bespreken. Niet met de bewoners, maar met assistenten. Daar is inmiddels al op gereageerd door het Witte Huis. Oh, oké. Okay. En die zeiden, hij kwam daar alleen om de pandemie te bespreken. Ja. Ja, yeah, right. Waarom zou je met iemand van een cryptobeurs uitnodigen om over de pandemie te praten? Vanwege zijn liefdadigheid richting de pandemiebestrijding. Oh, ja. Hij was ook zo'n vaccinatiefiguur natuurlijk. Dus hij was zijn broer, toch? Ja, hij was zijn broer, maar hij financierde die broer wel. Oh, ja. Ja, goed. Dus dan kunnen we dit weer in de prullenbak gooien. Ja, ik denk niet dat je hier verder mee gaat komen, maar... Ja, wat ik nou in de media zie, is het toch heel erg kid gloves. Dit is heel erg... hij krijgt denk ik een sweetheart deal, ik gevoel heb. Het wordt ook geheim gehouden wie die bond betaald heeft, want hij moest natuurlijk een kwart miljard aan bond betalen. Maar hij had maar... een huis van zijn ouders van 4 miljoen had hij. En de rest is garant gesteld door anonieme partijen. En die zijn gevraagd aan de rechter of die anoniem konden blijven. Dus ja, wie zou dat dan zijn? Maar dat zijn ongetwijfeld mensen waar politieke fallout van zou zijn als dat bekend zou worden. Dus die willen geheim blijven dan. Dan gaan we even naar de Maagdeneilanden toe. Want dit is een bericht met een staartje. Het staartje gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst wil ik nog even speculeren van, zonder te weten wat het staartje is, hoe Amerika hierop zou reageren. De US Virgin Islands, die willen JP Morgan Chase gaan suwen vanwege hun banden met Epstein. Ja. Ja, ik moet... En dan was mijn reactie natuurlijk van oké, daar gaat vrijheid en democratie gebracht worden door middel van bommenwerpers. Ja, maar er is iets anders gebeurd. Nee. Er is iets anders gebeurd. Dat doen we niet in civilization, hè? Nee.
Nee, die worden niet naar vrijheid en democratie gebombardeerd. Maar daar komt Joe Biden, die kwam daar even langs. Om te gaan praten over climate change. Is hij daar langs geweest? Ja, met een hele zak geld. En ja, in ruil voor daarvoor moet Virgin Islands windmolens gaan plaatsen. En zonnepanelen. En dan moesten ze wel even de openbare aanklager eruit wippen. En dat was naar jou juist degene die JP Morgan wilde aanklagen. Daar is Joe Biden heel goed in. Bij Oekraïne deed hij dat ook al. Met een zak geld zwaaien. En dan zeggen de openbare aanklager moet verdwijnen. En dan wordt dat geregeld. Ja. Maar ik vind het een slechte beschuldiging ook. Want dan gaan ze JP Morgan aanklagen. Omdat die bankdiensten ze hebben verleend aan Epstein. Ja, er zijn ook mensen die hebben hem brood verkocht. Er zijn ook mensen die hebben hem, weet ik veel, zijn pedicure gegeven. Er zijn mensen die hebben hem zijn haar geknipt. Die kan je niet allemaal aansprakelijk stellen. Nee, maar er zijn wel mensen die van minder erge dingen hun bankrekening kwijtgeraakt zijn. Ja, maar dat vind ik ook onzin, ja. Ja. Tijdens de pandemie werd ook Jan en Alleman de bankrekening afgesloten. Omdat ze niet mee wilden doen met de vaccinatiebeleid. Ja, dat vind ik ook belachelijk. Dus ik vind... Maar Epstein mag gewoon doorgaan. Ja. Ja, als je gaat zeggen van er is niet het gelijke mate gemeten, dan, ja. Dan klopt dat. Maar de maat die zou moeten zijn, ja, je hoeft niet de ethische gedrag van je klanten na te gaan. Tenzij het belangrijk is voor je eigen bedrijfsvoering. Als je zegt van ja... Er is wel namelijk zo dat als jij, er zijn voorwaarden natuurlijk, als jij zeg maar... zaken wil doen met JP Morgan Chase, dan bijvoorbeeld mensen in de porno-industrie kunnen daar nooit een account krijgen. Ja. Omdat ze in de porno-industrie werken, dat staat in de voorwaarden van het bedrijf. Mm. Dus die mogen geen bankrekening openen. Maar kennelijk mocht Jeffrey Epstein met zijn sextrafficking business wel een bankrekening daarover openen. En ze kunnen niet zeggen dat ze niet wisten, want het was in de media geweest. Nou, hij is er hij is voor veroordeeld voor soliciting in minor, geloof ik. Hè? Maar niet voor, voor seks trafficking. Ik weet niet maar dus ze had dat is, al maar... genoeg volgens de voorwaarden die ze al hadden. Moesten ze zijn account sluiten. Ja, ja. Okay. Ja, waar hij voor veroordeeld was. Dus ja, het is... ja, er werd hem een handje boven het hoofd gehouden. Dus dat is heel, heel apart. Hetgeen ons niet verbaast. Nee. Maar dan vraag je je af, van waarom wordt het... Kijk, maar should have reported them as part of anti-money laundering laws. Dus maar ja, witwaspraktijken zouden ze hebben moeten weigeren. Ja, het is verbazingwekkend, want het verhaal gaat dan ook dat het kapitaal van die Maxwell, toen die doodging, dat ging naar de kop bij Epstein terecht. En toen Epstein doodging, toen kwam het weer bij FTX terecht of zo. Dus het is kennelijk een ontzettende bak geld die gewoon zo rondgaat. Zo. King Hong Spiracy zegt nog van hij zal een goede verzekering hebben gehad. Ja, ze zijn natuurlijk niet graag hele dikke klanten kwijt. Dat zal ook wel meespelen. Ik denk niet zo dat ze nou een voorkeur voor pedofielen hebben. Maar als iemand met honderden miljoenen zit te schuiven... Dan zeggen ze daar niet graag nee tegen, denk ik. Ja, wat dat betreft is het nog wel mogelijk. Ik snap niet helemaal hoe dat werkt met die banken. Want ze hebben ontzettende berg compliance officers. En als jij meer dan zoveel cash pint, dan krijg je lekker waarschuwing. En rekeningen worden heel makkelijk gesloten. Terwijl inderdaad, als je af en toe kijkt wat er... HSBC ook, allemaal drugsgeld komt er doorheen en ja, dat is dan kennelijk, als het bedrag groot genoeg is, dan is het toch weer geen probleem. Nee, je hebt een aantal verschillende accounts die je kan afsluiten. Dus de account voor de gewone man en dan heb je hoe heet dat nou ook alweer? Nou, dan ben je eigenlijk een goldcard member, zeg maar. Dan wordt er minder moeilijk gedaan over wat je met je geld doet. Dus dan zit je op een ander level. En dat is als jouw bedrijf, zeg maar, als je zoveel geld omzet, dan sluiten ze wel een oogje toe, zeg maar. Ja.
Dat is in zijn geval ook, dus ook het geval, denk ik. Ja. Zou goed kunnen, ja. Ja, het sowieso politieke connecties maakt natuurlijk enorm veel uit. Wel, heel veel politieke connecties. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen over Musk die Twitter opkoopt. Die zei van, op een gegeven moment doen al die miljardairs dat. Hè. Je bent heel rijk. En Jeff Bezos koopt de Washington Post. En Musk die koopt dan Twitter. En wie heb je nog meer? De eBay-gast heeft geloof ik ook iets opgekocht. En het is een soort bescherming. Hè. Je moet een soort, als je heel rijk bent, dan word je van alle kanten aangevallen. En dan moet je media hebben om je te kunnen beschermen. Een grote medium. Gaan we nog eventjes verder kijken. Die hadden we gehad. Ze komen bij Adam Schiff. Ja, geen familie van die andere, Pieter. Pieter Schiff. Nee, het is een heel ander verhaal. Die Adam Schiff is een enorme pencil neck. Hij komt enorm over als een pedofiel, vind ik, als je hem ziet. Zo, het is zo'n klein glimmerballetje, een beetje, ik weet het niet. Je kan niet op een normale manier aan een vrouw komen. Ja, dat is mijn idee. Maar hij wilde journalist Paul Sperry's account suspended over reporting on Trump whistleblower. Twitter files and reveals. Dus komt steeds meer bekend dat ze vanuit het Witte Huis gewoon allemaal senatoren en congres, die zaten gewoon tegen Twitter en zeggen, die moet eraf en die moet weg. En dat is een probleem. Dus ja, gaat daar wat van de, komt weer een Fauci-lading aanzetten. Dus dat is ook alweer, wel genieten. Hoewel, het is niet dat er iets bekend wordt waarvan je denkt, dat is nou echt iets wat ik nog niet wist. Het wordt een beetje op een ander platform getild, dat het wat beschikbaar komt voor ander soort mensen. Maar het is niet echt iets waarvan je zegt van, nou, daar sta ik nou zo van te kijken. Ik had niet gedacht dat... Ja, ons was het al bekend eigenlijk. Ja, en dat is een beetje vaak wel een beetje een alarmbel. Als er een whistleblower komt die dingen vertelt die je eigenlijk al wist. Want het heeft een beetje het idee dat het een soort limited hangout is. Dat ze weten gewoon van, ja, we gaan dit uiteindelijk, deze narratief gaan we verliezen. Het komt naar buiten toe, dat kunnen we niet tegenhouden. Dus we gaan het preventief zelf naar buiten brengen. Dat was toen ook waar de limited hangout term vandaan kwam onder Johnson. We kunnen het niet tegenhouden. Dus gaan we het zelf maar naar buiten brengen. Want als jij zo lang mogelijk tegenspreekt en dan pas onderuit gehaald wordt door anderen, door je tegenstander, Dan gelooft niemand meer iets wat je zegt. En dan ben je heel je geloofwaardigheid kwijt. Dus wat je dan doet is een limited hangout. Je brengt wel wat naar buiten toe, maar zo weinig mogelijk. Maar als dan die tegenstander met het echte verhaal komt, zeg je, ja, dat hebben we al lang over gehad. Dat is oud nieuws. Daar moeten we nou weer oude koeien uit de sloot gaan halen. We moeten look forward, zei Hillary Clinton ook altijd. Why talk about Benghazi? Look forward instead of backwards. En dan, dat is een beetje de tactiek om dat uit het nieuws te houden. Dan kan je het ook makkelijker doodzwijgen als het dan echt in het nieuws komt. Want het is zogenaamd. En mensen lezen het ook niet meer. Want ze denken het al gehoord te hebben, het verhaal. En dat is. Ik heb een beetje het idee dat het hele Twitter-verhaal een beetje een limited hangout is. Omdat je niet echt iets heel erg nieuws te horen krijgt. Maar kunnen ze hier nog voor vervolgd worden? Nee, het is alleen, er is natuurlijk de First Amendment, dat je freedom of speech hebt in Amerika, en die zegt dat de overheid mag niet mensen de mond snoeren. En zolang het, maar journalisten, dat is toch En zolang het Twitter was, dan kon je zeggen van, ja, maar het is een privaat bedrijf, die kunnen doen wat ze willen. Want je kan gewoon zelf, iedereen kan een privaat bedrijf oprichten en een alternatief maken enzovoort. Maar als dus de politiek gewoon een sokpuppet lijkt te hebben in Twitter en daarmee mensen de mond snoert, dan valt het wel onder het First Amendment. Dus ik denk dat dat wel een beetje een probleempje kan worden voor. Ja, goed, dan komen we even kijken hoor. Laatste bericht, dat betekent dat we eerst nog even aan de rat gaan draaien.
En dan gaan we even kijken hoor. Jullie kunnen nu nog even heel snel even uitroepteken Ron Paul in de chat doen als je dat nog niet gedaan hebt. En haal ik alvast het wiel tevoorschijn. Nou, het is een ziek idee. Ja, er hebben aardig wat mensen wat ingetypt. Dus ja, er wordt nog snel even getypt. Ik geef jullie nog een paar seconden de tijd. Dat is niet mis. En dan 1, 2, op Vrijheid Radio 5, komt 6, op, 7, of op een van de bots. Even mensen. Kijken of er nou een... Ja, kijk even of er een bot meedoet. Ja, ja, als hij op Vrijheid Radio of een chatbot komt, dan gaat het bedrag naar volgende week toe. Ja, dus daar komt hij. We kunnen nu nog snel even wat intypen. 3, 2, 1 en nu is het te laat. Hoppakee. Hé. Hey. Ja. De gelukkige is... Oh, ik kon net niet lezen. Ik begon met de PO, pokken, nog wat. Ja. Ik kijk even terug op de... Pocketnet. Stream en... Die zegt Pocketnet, ook, hey. Ja. Hey, oké. Okay. Nou, die... stuur even jouw adres toe, naar mij toe in Twitch, via een Whisper. Jouw EFL-adres. Het liefste natuurlijk eentje die makkelijk te onthouden is. Maar ja, je kan ook natuurlijk je... Hoe heet dat? Je walletadres doen. En doe het in een Whisper via Twitch. Moet je met de uitroepteken, met de rechter muisknop op mijn naam klikken. En dan, ja, zo gaat dat. Oké, okay, dan gaan we naar het laatste bericht toe. En dan gaan we even naar de familie Biden. Mm-hmm. Ik heb er een kindje bij. Mm-hmm. Inmiddels al 4 jaar. Dus, ja. Ja, het gaat om een buitenechtelijke dochter van Hunter. Van Hunter Biden. Ja. Hunter Biden. En Hunter remains estranged from child. Dus die is niet... maar ik vond het wel leuk, dit volgende zinnetje. The woman who mothered Hunter's secret love child, London Alexis Roberts, filed paperwork on Tuesday requesting that an Arkansas court allow the child, Navy Joan Roberts, be given the Biden name, claiming that the toddler would, quote, benefit from carrying the Biden family name because it is now synonymous with being well-educated, successful, financially acute, and politically powerful. Yeah, financially acute. Inderdaad, well educated. Is gewoon Biden family is synoniem met een demente geit die niet uit zijn woorden kan komen. Ja, ja, succesvol kan natuurlijk ook wel. Ja, als je gewoon een hoop geld van de Oekraïense gasbedrijven binnen weet te harken, is dat natuurlijk wel succesvol. De kritiek van Obama was toch dat Joe Biden too connected was. Oh. Te veel connecties had. Hij had ook kort gezegd: never underestimate the ways in which Joe Biden can fuck up a situation of zoiets. Maar this information is relevant to determine if, as federal authorities insinuated, defendant failed to disclose all his income as it goes. As this goes to earning capability and Mr. Biden's credibility. Als dat over de premier, heeft Mr. Biden nog een credibility left? dit klinkt bijna een beetje wat je altijd met buitenechtelijke kinderen bij koningshuizen ziet, dat ze graag de naam willen hebben. Ja. En die de Bidens is dan ook een soort royalty. Ja, ik denk dat zij dat zeker gedacht heeft. Ze denkt van, hey, hier wil ik wel een kind van hebben, want het kan me altijd nog goed uitkomen. Dit is mijn ticket to ride. Dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn, ja. Maar Hunter zei nog: the other women I've been with during rampages since my divorce were hardly the dating type. We would satisfy our immediate needs and little else, wrote Hunter, adding, I'm not proud of it. Maar ja, toch deed hij het. Als hij erachteraan zegt, oké. Ja. Goed, nou ja.
Dit zijn dan onze... Ja, goed, het zijn niet onze volksvertegenwoordigers, want het andere land natuurlijk, maar goed, dit zijn volksvertegenwoordigers in het algemeen, hè. Ja, weet je, ik ben wel een klein beetje jaloers op Amerika wat dat betreft. Van, dat daar gewoon... Het is daar zo duidelijk dat het gewoon één grote... Kijk, hier is ook wel duidelijk dat het één grote corrupte bende is, maar wij hebben nog niet die verkiezingsfraude zo op straat. Weet je niet. Nee, maar niet wij op straat. Pers die, ja, het is nog niet op straat. Ja, onze ja. Pers die doet gewoon nog minder eigenlijk. Hè. In Amerika heb je het nog wel zo'n beetje vrij buiten persen. Oost-Groningen. Ja, nou ja, daar moeten wij dan maar een keer live uitzending gaan doen met Vrijheid Radio. Dat we deur bij deur. Ja, een keertje naartoe gaan. Ja. Heeft u op Rutte gestemd? Heeft u op Rutte gestemd, ja. Weet je wel, dan bel je aan bij zo'n huis wat al half neergestort is door de aardbevingsschade. En dan doet zo'n communist of zo'n SP'er doet open. En dan, dat is de gemiddelde Noord-Groninger. Noord-Groninger. Zijn al van die doe-het-zelf-journalisten geweest daar, hè? Die dat, dus het is al wel eens behandeld, ja, hoor. Okay. Van die, en wat was de conclusie? Nou ja, ze waren als een speld in een hooiberg zoeken naar Rutte stemmen. Ja, en het was dan toch in één keer blauw gekleurd, van rood naar blauw met de laatste verkiezing. Nee, er wel allemaal mensen die zeggen dat ze een rood hart hebben. Ja, zo, dat begrijp ik, maar wij op televisie, wij zagen het, of in de krant, wij zagen dat Noord-Oost-Groningen blauw was geworden. Na 100 jaar dat rood was het in één keer... VVD aan de hand. Nee. Als je de naam Rutte alleen al noemde, dan kreeg je scheld hier aan. Maar jij wil dan beweren, jij bent ervan overtuigd dat er gefuckt is met... Ik denk, ja, tuurlijk, ja. Waarom niet? Ja, maar het punt is een beetje, in Amerika... Geef me een goed argument waarom niet gefuckt wordt met... Ja, ze fucken met alle cijfers. En waarom zouden ze met deze cijfers dan niet te fucken? Precies, Maar er is niet zoveel... En aan de oppervlakte komen borrelen in Nederland. Nee. In Nederland houdt men dat nog veel meer onder de pet dan in Amerika. Dat maakt het in Nederland wat saaier. Zeg maar. Net zoals als prins Bernhard, die heeft gewoon 5 onechtelijke kinderen. En dat hoor je pas nadat hij dood is of zo. Omdat de pers zo braaf is om daar niet naar onderzoek naar te doen en niet naar te kijken of zo. En ja, dat is toch niet belangrijk. En dat is met deze verkiezingen ook zo. Men wil daar ook niet... het hele circus moet je gewoon... Je moet aan het circus meedoen. En dat zijn de grote Amerikaanse zenders ook al. Maar in Amerika heb je toch nog wel een paar van die... figuren die daar echt onderzoek naar doen. En men zit veel meer in de verdediging. Dan men moet dan maar halstarrig de big lie zeggen. Maar mijn argwaan tegen verkiezingen kwam eigenlijk toen ik een keertje bij het raam keek bij zo'n stemlokale. En dan zag ik allemaal mensen met D66 jasje die de stembiljet aan het controleren waren. Toen dacht ik, oké, dus die controleren de uitslag. Yeah, right. Nee, maar kijk, het is wel zo als ik bijvoorbeeld... Ik kan bij de Nederlandse verkiezingen kan je alleen maar een soort van vermoedens hebben, een soort gevoel. Bij de Amerikaanse verkiezingen is het gewoon duidelijk dat er gefraudeerd is de afgelopen 3 verkiezingen eigenlijk al. Misschien daarvoor ook altijd al. Altijd. Jawel, altijd wel. Alleen dan is het in de mate waarop, weet je wel. Van hoe, dat is altijd wel gebeurd, dat klopt. Maar van, kijk, bij Trump was het wel heel duidelijk. En die verkiezingen van de runoffs die daarna kwamen, die waren heel duidelijk. En nu met die midterms weer hetzelfde. Die zijn dusdanig verschrikkelijk massaal dat je gewoon weet dat het ook doorslaggevend is geworden voor één partij. En daarvoor is het natuurlijk ook altijd wel gefraudeerd, maar nu is het gewoon ongelooflijk duidelijk van dat het één kant op moet en dat het ook gaat, weet je wel. En ook meer mee, voor iedereen goed zichtbaar, voor de meesten. Wat mij bijvoorbeeld ook verbaast is dat Musk zo'n Twitter kan overnemen en daar naar binnen kan lopen en dan nog alle communicatie heeft.
Want ze hebben natuurlijk tijd gehad om, dus ze zagen dit aankomen. Ze hadden dit al kunnen wissen en kunnen cleanen en zo. En daar kom je waarschijnlijk ook nog wel redelijk mee weg. Net zoals Hillary Clinton met haar e-mail server. En ja, je krijgt een beetje gemopper, maar. Maar toch lukt het daar om dat boven water te krijgen en daar ook gewoon over te publiceren. Terwijl ik denk in Nederland zou dat veel minder. Ik kan me dat niet voorstellen in Nederland dat je dat, dat er een journalist is die dat ook maar zou durven om te doen. Nou, ik denk wel die gasten die denken van, oh ja, ik delete even alles, maar die weten niet dat ze dat je dingen kan resetten of zo. Dat er backups zijn, dat ze dat niet weten. Weet zou, je wel? Kunnen, ja. Zou kunnen, ja. So. Nou ja, zoals die FBI-gast die daar zat, die begon gewoon nog die Twitter-files dingen eruit te deleten. Ja, terwijl het natuurlijk overduidelijk was dat ze daar toen inmiddels al een backup van hadden. Dan viel die gelijk door de mand. Mm-hmm. En het komt ook amateuristisch over, maar ik heb het idee dat, ja, dat in Amerika dat men durft nog kritiek te geven, omdat men nog enigszins het idee heeft van, ja, maar wij hebben een constitution en onze overheid is om ons te dienen en het is misschien een beetje ontspoord, maar dat is al vaker gebeurd en dat komt wel weer goed. Maar ik heb het niet in Nederland iemand het idee heeft van, nou, we moeten een schandaaltje bekendmaken en dan komt het wel weer goed. Net zoals in dat EU-verhaal. Dat Qatar-schandaal. Ik denk dat veel mensen het idee hebben van, nou ja, dat is naar buiten gekomen. Omdat die lui hebben gewoon een beetje de verkeerde machthebbers tegen de haren ingestreken. Of die hebben gewoon een beetje te veel. Die liepen daar met plunjezakken uit Qatar weg. En waarschijnlijk zijn ze gewoon verlinkt door die Qatar-gasten. Dat is gewoon een manier om jullie uit te schakelen. Of ik weet niet wat er gebeurd is. Maar niemand doet ook onderzoek naar. Het is echt alsof Frans Timmermans zegt ook, nou, ik hoop dat ze lang de gevangenis ingaan. Want corruptie heeft geen plaats in het EU-parlement. En het gebeurt normaal nooit. Ja, kijk, Amerika is natuurlijk ook een republiek met verschillende staten die allemaal nog. Ja, nog een beetje. Kijk, Nederland is zijn gewoon één land, weet je wel. En dat is één groot drama. En ja. Kijk, Nederland is dan te vergelijken bijvoorbeeld met een California misschien. Gewoon met één zo'n staat. Ja, maar je kan in de EU kan je zeggen, nou, je kan naar Hongarije gaan, ja. Of zo. Naar, kijk, als je naar de EU. Nou ja, maar goed, in de EU heb je dan wel inderdaad Polen die er wel wat roert en Hongarije die nog wel eens wat dingen zegt. Ja. Ik hoorde trouwens al een vreselijk bericht dat Kroatië was ook gevallen. Ja, het zijn voor de euro, hè? Ja. In Schengen voor de euro en zo, ja. Dat vind ik wel echt wel heel triest. Dat maakte mij wel heel verdrietig, moet ik zeggen. Ja, maar ik weet bijvoorbeeld in Montenegro, daar hadden ze ook al de euro. Ondanks dat ze niet in de eurozone zaten, gebruikten ze gewoon de euro. Ja, maar ze hadden daar de euro, dat klopt, ja. Dat is, Servië is nog, en Albanië zijn nog. En ik weet niet hoe het dan met Kosovo, wat heb je nog meer? Bosnië-Herzegovina, die heeft nog een eigen munt. Ja. Maar goed, het begint nu wel te vallen allemaal. Slovenië was al gevallen, Montenegro, nu Kroatië, het is wel kut. Ja, ik denk dat aan het eind heb je nog wat lui die erbij komen. Krijgen waarschijnlijk hele goede voorwaarden, maar dat versnelt het proces van waarmee de euro in elkaar knalt ook weer. Ja, ja. Zie je dat nog gebeuren in ons mensenleven, dat de euro weg is? Ja, dat zie ik wel gebeuren, ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, jij komt ook elke keer langs die mysterieuze. Waar die goudopslag of je weet niet wat er is, hè? Er rijden nog steeds geen vrachtwagens af en aan. Ik weet nog niet. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Maar ik denk dat ze. Ja, wat je nu ziet is een de-dollarization. Want wat die. President Xi, die is natuurlijk laatst naar Saudi-Arabië geweest. Die werd er als een koning ontvangen met allerlei vliegtuigen die de Chinese vlag in rook weergaven. En Saudi-Arabië is eigenlijk aan het pivoten naar China. En ja, je ziet bijvoorbeeld die COMEX, die metal exchange in Amerika, die wordt helemaal leeggeplukt omdat iedereen
die is die dollars aan het dumpen, omdat ze ook wel aanvoelen van ja, Rusland die had dollarreserves en die zijn gewoon afgepakt en gebruikt om Oekraïne te financieren, het verzet tegen Russische invasie. Er zijn natuurlijk heel veel landen, zoals India en China, die hebben ook allemaal reserves. Die denken van, nou weet je wat, ik koop er maar olie voor, ik koop er maar goud voor, ik koop er maar van alles voor. En dan krijg je natuurlijk een versnelde teneergang van die dollar. En dat proberen ze tegen te houden met een hele aantrekkelijke hoge rente, zeg maar, de hoogste rente van alle fiat zooi. Maar ik denk dat als dat op een gegeven moment dat ze op een CDBC overgaan of zo bij de eerstvolgende crash. En dan denk ik dat de euro het ook niet lang meer houdt als de. Of misschien gaat de euro wel eerst. Dat kan ook. Want als de ECB de rentes omhoog gaat doen, hoe moet dat nou met die periferie landen die. Die hangen al helemaal aan de negatieve en aan de nulrenters. En dan krijgen Italië en Spanje en Portugal en zo, die krijgen opeens allemaal in Griekenland, krijgen een hoge rente om hun oren. Ja. Ja, en als er dan weer een gigantische QE en bail-out komt, dan denk ik dat het vertrouwen toch wel tot een dieptepunt. Maar ik moet zeggen, ik heb al eerder gedacht dat het veel eerder afgelopen zou zijn. Maar kennelijk kunnen ze het nog vrij lang redden. Misschien ja. Ben ik daarin te pessimistisch of optimistisch, hoe je het wel wil zien. In ieder geval is één iemand die denkt dat de euro die gaat 100% eerst. Dollar kan hun inflatie nog exporteren naar andere landen die de dollar gebruiken. Ja, maar dat worden er wel steeds minder. Ik denk dat die Chinezen... die gaat proberen van die dollar af te komen, dan zullen die Indiërs ook wel denken van, ja, als wij iets met Pakistan aan de stok krijgen, of met Bangladesh of zo, dan zijn we ook de sjaak. Dus de Chinezen zitten al met Taiwan, dus ik denk dat ze hebben, de dollar is nu weaponized door de Amerikaanse overheid. Dat was al zo met Swift. Het is alleen maar erger geworden, en ik denk dat wel het einde gaat betekenen. Maar ja, de euro en de yen zijn eigenlijk nog zwakker dan de dollar. Als je puur kijkt naar de economische situatie van bijvoorbeeld Europa. Dus ja, het klassieke val van dit soort dingen is wel, de periferie gaat eerst en de core blijft nog het langste staan. Dus dan zou de dollar inderdaad nog het langste overeind blijven. Ja. Maar ik denk dat er niet zo heel veel tijd tussen zit. In ieder geval iets om naar uit te kijken. Maar we zijn wel door de berichten heen. En dan, goed, ja, dan zal ik het even hierbij laten. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard ook de luisteraars danken voor het luisteren. En uiteraard zijn we de volgende week weer. Volgende week, moet ik nog even kijken, misschien dat het weer vrijdag wordt. Dus, hey, hoe zit het nou met die Bitcoin birthday party? Die, ja, dit jaar niet van gekomen. Oh. Ja, sorry. Het zou op een dinsdag zijn, toen moest ik werken. Dus, Dat had vandaag wel gekund, maar vandaag was ik een beetje ziek trouwens. Maar dat wist ik van tevoren ook niet. Dus ik heb hem maar een beetje laten gaan. Ja, in ieder geval, ik wil nog de Bitcoin feliciteren met hun geboortedag. Gisteren was dat, hè? Gisteren? Ja. 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 Ah, tenminste, was het eerste blok, hè? Geloof ik. Wat was het nou? Genesis-blok. Genesis-blok, ja. Nou ja, goed. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik denk, vermoed dat het volgende week weer op een vrijdag gaat worden. Dus ik laat het wel even weten in de Telegram-chat. Ik zou zeggen, toedeledokie. Hoppakee. En dan is hier de eindtune. Hoppa. Ja. Prettige avond nog verder. Jullie ook, hè. Hoi, hoi. Eerst even alles uitschakelen. Oh, iedereen is al weg.